het beeld. Leuk joh. Ja, mijn computer is van de week schoongemaakt. Dus hij was helemaal eruit getrokken. Onder mijn bureau vandaan. En toen dacht ik hem, joe, ik doei. Ik heb er geen zin meer in. Maar Kitty, jij hebt nog een subje gedaan. Dus vlag, je mag een kleurtje kiezen. Jeetje. En dan weet je dat er twee andere streamers op je zitten te wachten. En een hele groep mensen in kalpje zitten te wachten. En dan denk je Cam, dikke doei. Maar Kitty wil een roze. Dankjewel nog voor je subje. Ik ga hem even opnieuw afspelen. Want hij is natuurlijk in deze stream nog niet geweest. That's right, that's right. That's right, that's right, that's right. Hoi, hoi. Ik heb er super veel zin in. Kimp Ulhart, Kimp Ulhart, Kimp Ulhart. Ik heb er ook zin in. Oké. En 9 maanden alweer. Twitch baby. Heet onze Twitch baby imposter? Of crewmate? Hier is jouw vlaggetje. Ik zie Elise in de chat zeggen, je haar is mooi lang. Ik moet echt nodig weer naar de kapper. Want het begint nu sinds een paar weken dat de onderkant heel erg stroperig aan begint te voelen. Ik heb gewoon echt dode puntjes. Crewposter. Dat is een leuke naam. Hallo. Hallo? 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 Je staat een beetje Hallo. Luid. Wat, sta ik een beetje luid? Hoi hoi. Ja, nog een klein beetje. Heel dof. Zal ik alvast de kamer aanmaken? Ja, doet u maar. Airship uiteraard. 2 imposters. En de mensen, dit zijn de mensen die meedoen. Hé, hey, dag maar. Ja? Stuur Streamlabs eens mijn kant op, die doet niks. Oh, dat is niet moeilijk. Weet je wat je moet doen? Ik kom maar aan. Je moet je computer nemen en je gooit hem gewoon buiten. Dat is het enige dat werkt, hè. Dat werkt bij mij dus ook. Hij heeft pas schoongemaakt. Ja, maar ik ben dus wel vet zenuwachtig, want Dagmar heeft me nu al een paar keer bedreigd, alweer. Goeiedag, Dagmar. Als iemand mij in het begin een beetje kan verdedigen, dat ze top zijn. Ik heb je nog niet bedreigd. Ja. Streamlabs is in staking. Oh nee, weer een noobactie. Dit was mijn schuld, sorry. Zo. Oké. Ik zal hem ook even op push-to-talk zetten trouwens. Ja, we gaan dus Among Us doen. Denk je alles goed te hebben voorbereid? Werkt Streamlabs niet mee? Werkt je webcam niet mee? In het begin werkte mijn microfoon ook niet mee. Die moest ik ook weer opnieuw koppelen. Maar we zijn bijna compleet. Ik zie dat we dus met 8 mensen al in de kamer zitten. Hier naartoe. Dat is het. We zijn met 8. Wie missen we nu nog? We missen David. Jessie toch? Oh ja, en nee, Jessie. Ik ben hier. Ik ben er. Of in het spel, sorry, heb ik ook nog wel. Gebeurde dit de vorige keer niet ook al? Met Jill? Ja, ik heb dit altijd. Ik wil er niks over horen, oké? Okay? Ik heb van David trouwens niks gehoord. Ik heb hem een appje gestuurd, want ik moest hem helpen herinneren. Zal ik hem voor de lol even bellen? Hij is een belletje aan het spelen, dus ik denk dat hij het gezien heeft. Gewoon inbellen in dit gesprek, ja. Maar die zie je ineens live. Oh, kan je iemand erin inslepen? Weet ik eigenlijk niet. Dat doe ik wel altijd met Zoom en zo. Gaan we gewoon normaal bellen. Gewoon ergens zeggen waar je bent. Hallo, hallo. Je bent live op stream nu. Wat? Je bent nu live op stream, dat je het weet. Live, ja. Kom je? Oké, ja, dat kom je? Oh ja, sure. Tot zo. Live te horen op 3 streams. Heerlijk toch dit? Ja, echt. Ik ben heel benieuwd naar die nieuwe map. Ik heb dus echt nog alleen de dingetjes die ik op Twitter ervan gezien heb gezien. Van die kleine plaatjes tussendoor. Oeh. En een nieuwe volger. Britt, dankjewel voor het volgen. Volgens mij heb ik een map gevonden. Ik heb een map gedeeld. Oh, ja. Zo wat deze bal. En I am Lee Temple. Ook dankjewel voor het volgen. Welkom. Ik ga nooit weten waar Hoi, ik Mette. Ben. Sorry, ik zeg het nu al. Ik ga dwalen. Wauw, wat een ding, man. Ja, dit wordt wel een dikke noobstream, kan ik je vertellen. En Sven, ook dankjewel voor het volgen. Ik zei ook al niet verdwalen, hè. Dit wordt zo van, waar ben je nou ergens rechts of ergens links? Ik heb trouwens wel eentje met fans, dus die zou ik ook even delen, dat je weet waar de fans zijn. Dat is wel handig, ja. Al heb ik op mijn ene scherm mijn spel en op mijn andere scherm mijn Streamlabs, dus ik kan niet eens kijken naar de map tijdens het spelen. Ja, dikke noob. Ik ga echt voor de noob. Ik ga ook, ik hoop zo dat ik dus niet al nu imposter ben, hè. Ik ben er nooit... We moeten niet te lang in de kamer zitten, hè. Dan worden we er weer uitgekikt. Iedereen gaat bewegen nu. Maar ik hoop zo dat ik niet te lang... Ja, dat is wel waar. Of dat ik niet de eerste potje meteen imposter ben met een kaart die ik dus nog nooit gespeeld heb.
Zullen we anders Bianca, wat heb jij een fantastisch kapsel. Goed, hè? Ja, echt goed. Je kan ook niet echt verstoppen meer. Je ziet hem gewoon achter dat krat omhoog springen. Ja, precies. Ja, ik ben mijn geel kwijt, dus ik denk, dan ga ik voor een compleet nieuwe look. Ja, slim wel. Hallo. En hallo, hallo. Heeft er jou heel? Ja, ik weet ook niet wie dat iedere keer doet. Het is altijd dezelfde die hem jat. Ja, maar ik zie nu geen geel. Nee, Dagmar is verstopt. Verstopt of zit ze vandoor geraamd? Ik moet de settings trouwens ook nog nalopen. Dagmar en Sharon spelen doktertje. Nee, we zijn al de bespreking aan het doen. We zijn de bespreking aan het doen. Ja, privé. Altijd, hè? Ja. Vision was 1,25 bij 1,5. Denk het, ja. Ik laat andere mensen dit ook altijd voorkouwen, dus ik durf het niet te zien. Chat, wat is het? Zeg het. Ja, chat, laat het weten. Wat zijn de beste settings? Volgens mij wel wat je zei, Kim. Ik denk dat. Oké. Okay. Doe dat maar gewoon. Kill distance medium. Ja. Sure, toch? Die uit. Die zet op. Maar op kort, hoor. Anders kunnen ze van een meter ver. Ja? Oké. Okay. Ja, short is ook nog best wel ver weg. Als je al iemand kunt vinden. Zo is toch? 2-4. Ja, laten we dit maar gewoon proberen. Ik heb hem op meetings ook gezet. Oeh, push you talk. Ik heb hem op meetings ook gezet. De update. En we kunnen anoniem stemmen. David, heb je de code gevonden? Dat is voor meetings, ja. Ik heb je getagd in het kanaal. Ah, top. Dan staan we gezellig met een kluitje bij elkaar. Maar volgens mij moet je, zoals de map begint, moet je kiezen waar je wil beginnen. Want anders word je volgens mij uitgekikt. Ja, ik ga me helemaal laten verrassen. Dat wordt een dikke noepspel. Ja, we zijn compleet. Oké. Allemaal noep. Dus het wordt echt chaos. Ik heb er echt zin in. Oké, is iedereen er klaar voor? Ja. Ja, yes. Ja? Oké. Okay. Yes. Succes! Oké, daar gaan we. Please, crewmate. Please, crewmate. Eerste potje, alsjeblieft. Please, crewmate. Oh. Laten we gewoon main hall doen. Ik heb geen idee. Dat kozen hun ook. Ik heb nu al dat ik niet weet waar ik ben. Oh, je moet hier een trap af. Ik zie ook geen, uitroeptekens. Zo van, je hebt daar een taak. Waar moet ik heen? Oh, het lamp. Kijk, dat zie ik dan weer wel. Dat lichtstuk is daar. Hoe kom ik daar? Zo. Maar ik zie daar ook pijltjes. Moet je op meerdere plekken het licht fixen? Oh, het licht is al gefixt. Ik heb geen idee door wie. Oeh. Oh, dat is een taak. Oké. Okay. Oh jee. Oeh. 2 dood al. Oh. Ja. Oh. Ik zit me echt helemaal verdwaald op deze map, jongens. Ja, ja. Ik ben trouwens te horen tijdens het potje, David. Dus je moet of even mute of push to talk zo meteen aan. Yes. Compleet geen idee waar ik ben. Ik vermoed dat ik ergens... Oh, waar ben ik nou geplanten net? Heerlijk dit! Hoe ziet het eruit? Dat maakt voor mij geen reet uit hoe het eruit ziet, Sabrina. De enige die ik tegen ben gekomen onderweg is Sven. Ja, en volgens mij zijn wij elkaar ergens rechtsonder tegengekomen, als ik het goed heb. Ik weet niet hoe. Maar ik weet niet zeker. En Jessie en ik begonnen op dezelfde plek. Maar daarna zijn we ieder uiteen gegaan. Ik heb geprobeerd een vuilniszak uit een vuilnisemmer te trekken. Na die opdrachten nu al. Ja, ik vind het ook leuk dat ik ergens op klik en maar gewoon klik. En dan vanzelf zie wat de bedoeling is. Het vat en electrical zijn allemaal deuren. Echt, hè? Ja, met die deuren moet je ook openen met swipe card, volgens maar mij. Maar Sharon is ook al dood. Ja, en volgens mij was Sharon daar net bij mij in de buurt. Ik was helemaal linksonder. En ik was net op de kaart aan het kijken om te zien waar ik een taak kon gaan doen. En ik ben toen door de keuken gelopen, maar ik heb ze niet gezien. Ik weet niet waar ze eigenlijk gevonden is.
Of is ze al gevonden? Ik heb de hond gevonden. Ik heb alleen Jessie gevonden. En dat was volgens mij een beetje rechts van het midden. Oké. Ja, ik ben links. Dat weet ik wel. Maar waar links, kan ik je niet vertellen. Ja, wat ik zeg, ik ben alleen de hond en Jessie dan. Ja, wat gaan we doen? Ja. Zullen we maar skippen, zeker? Ja, ik ga ook skippen. Ik heb echt geen idee. We zien het wel. Nog maar even verder ontdekken. Ik denk dat de impulses best wel veel potjes de kans kunnen krijgen om nu te winnen. Omdat het wordt voor ons een stuk moeilijker om te zoeken waar al die taken zitten. Hey Pinky. Hoe? Daar. Ja, zie je vogel? Oké, hier kan ik dus niet op. Oh. Oh, dat ziet er heel gek. Oh, hier. Ik moet hier iets doen. 1, 2, 5, 6, 1. Oké. En Wilbo, 10, dankjewel voor het volgen. Doe ik iets verkeerd? 1, 2, 5, 6, 1. Fink. Right side not activated. Waar is de andere deel? Hoe kom ik daar? Ik ben verdwaald. Het alarm gaat af en ik weet niet wat ik moet doen. We gaan dood, jongens. We gaan dood. Ja, die hebben we dus al gedaan. Oh! Oh, hoe kom ik daarop? Oh, ik ben te laat. Ja, stuur hem even weer terug. Maar iemand heeft het gefixt. Geen idee wie. Ik ga dat pijltje daar... Laat ik hier eens ingaan. Oh, kijk. Ik heb wat gevonden. Nou, Bianca leeft nog. Dus Mipiki had de kans kunnen pakken. Nee, ik moet daar. Oh, hier was ik net ook. We moeten deze weer doen. Zo. Erin. Ja. En die erin. Oké. Okay. Taak klaar. 1 taak klaar. En Donut Girl. Dankjewel voor het volgen. Welkom. Ik heb 1 taak klaar, jongens. Ik ben in de keuken. Nu ben ik in de... Oeh, wat is dit? Hihi. We hebben hier dus ook camera's. Oh, en dan zie je dit. Dat is goed om te weten, trouwens. Maar Bianca en... Oeh, waar ga je heen? Oh! Oh, kak! Hoe kan ik melden? Hoe kan ik melden? Godzakken! Oké, okay, vertel Acidet. Nou, volgens mij heeft David Kitty gekild. Want die liepen net samen en ik loop terug en zijn kitty ligt dood. En hij staat ernaast. Dat klopt, want ik zag het op de camera's. Oh. Dat is handig. Die heb ik dus gevonden. Hoe ik er straks weer kom, weet ik niet meer. Maar ik heb het gezien. Ik weet niet hoe, maar ik loop gewoon hier rond hoor. Ik weet echt niet waar het je over hebt. Ik ben me echt hier heel erg verdwaald in deze map aan het zoeken. Ja, ja, zou ik ook zeggen. Goeie smoes. Ik denk dat we allemaal de noobkaart trekken vandaag. Precies. Ja, ik zat er in mijn hokje vast. Nice. Nee, maar ik weet het echt niet. Ik liep er gewoon langs. Ik heb niks gezien. Het is echt niet. Oh, weer 2 trouwens. Oh, Mipuki ook. Enige persoon die ik zag was Essinet. Maar dat, voor de rest heb ik niet gezien die daar in de buurt was. Niemand kan jouw naam uitspreken, hè, Denise? Nee, volgens mij heb ik nu zo'n command bij Jill, krijg ik. Van hoe spreek je dit uit? Essinet, Acinet, Assigned, Essent. Welke variatie? Nou, ik heb gestemd op David. Ja, ik ook. Ik zag het op cam, dus daar ga ik gewoon voor. Ik heb het niet live gezien, maar ze liepen net letterlijk samen, dus. Zo, bam. Maar ik denk dat we de helft van de buddies niet gaan vinden, hoor. Dat deuntje! laten we hier. Oh, dan was ik hier. Oké. Dit is een soort van kluisachtig iets. En hey, I'm Irene. Dankjewel voor het volgen. Hier moet ik iets doen. Bij die, hoe kom ik daar? Oh, dit is een trap. Ah, jongens. Oh jee. Dit vind ik een leuke opdracht. Nee, niet nu een alarm. Ik weet niet waar alles is. Zo. Oké. God, die deur is dicht. En ik ben al zo goed in die schijtpasjes. Nog een dichte deur. Oké, alarm.
9, 7, 8, 1, 3. Kaching. En de task zijn weg. Oké, okay, Denise vertrouw ik in ieder geval, want die ging net natuurlijk ook vol voor David. Ja, dat is leuk. Daar kan ik dus nu niet heen. Hoe ga ik... Oh, zo. Use. Oké. Okay. Die handjes. Prachtig. Oh, oké. Okay. Hier is de emergency knop. Ook goed om te weten. Hier heb ik een taak. Waar zijn mijn pijltjes heen? Wat is dit? Wat moet ik hier doen? 0-1-1-0-7. Oké. Okay. Ik heb twee taken klaar. Drie taken klaar. Ik snap trouwens niet het nut van een aankleden van een paspop in een luchtschip, maar oké. Okay. Gaan we weer hierheen. Daar loopt Bianca. Dit is gewoon een kamer. Ik heb geen idee waar ik iets moet doen, jongens. Oh, hier loopt ze ook. Oeh. Lichten. Nee, dat is verder omhoog. Maar hier ook, blijkbaar. Hoe kom ik daar? Wat is dit? Je kan het dus hier zien. Maar hoe kom je daar? Ik ben verdwaald. Zo hard verdwaald. Oh, hier. Kom ik er hier? Oeh. Ik heb Denise gevonden bij een kamer met boeken. Waar je die volgjes in de dingen moet stoppen. Nou, ik heb geen taak gedaan. Ik probeerde bij de lichtknop te komen, maar ik wist niet hoe. Een tafel in het midden. Met een ronde tafel in het midden met een soort van bureauachtige stoel. Kleedje eronder. Oké. Okay. Daar ligt ze. Waar was je? Ergens rechts. Ik ben jou nog tegengekomen. Toen ben ik verder naar rechts gegaan. Ik ben langs een kleedkamer gekomen. En toen ben ik ergens omhoog gegaan. En nu ben ik in een of andere bibliotheekachtige ruimte. Ja, ik wilde naar rechts gaan, naar de lichtknopjes. Maar ik kon niet verder. Wie liep er nou net bij voorbij? Ja, dat was ik. Volgens mij waren we allebei een beetje van, we kunnen niet verder. Ja, ik heb inderdaad Sven en Bianca gezien. Ja, ik ben jou als laatste tegengekomen bij die trap. Die ladder. Ik ben jullie bij een deur tegengekomen volgens mij. En daarna heb ik niemand meer gezien. Het is echt zo bizar. Ja. Maar wat gaan we nu doen dan? Want er zit dus nog één imposter in. Ja. Die hoeft maar twee keer te killen en is het klaar. We gokken wie het is. Ja. Ik kan wel zeggen, ik ben het niet. Ja, dat kunnen we allemaal wel zeggen. Dat is het ding. Ja. Ik vind voor nu Kim en Sven het meest verdacht. Omdat Kim iedere keer toch wel ergens is waar het gebeurt. Voorbeeldgevoel. En nou, stil is. Ik ben altijd rustig. Ja. Waarom wordt de normaal... introvert altijd gepakt? Normaal praat ik wat meer, maar nu heb ik zo geen idee waar ik ben. Ja, dan heeft het ook niet veel nut om te praten. Hij had me kunnen vermoorden, tenzij hij een cooldown had. Maar... Ja, er zijn er al weer twee. Dus dat zou best kunnen natuurlijk. Ja, Denise, jij weet het. Maar, alleen, er waren toch maar één kaas nog van die deelwijze ronde. Ik weet het niet. Ah, we moeten zwemmen. Oh, was ze het? Omdat ze zegt, kut, was ze het? Dat muziekje ook, lekker dramatisch. Nee! Ah, nee, oké. Kakzooi. Oh, het is of Miss Didi of het is Sven. Oh. En Denise zegt ook, oh mijn god, nou, ik wist het echt niet. Ik weet het nog steeds niet. Ik heb te... Dit zijn... We moeten die taal... Ik ben weer hier verdwaald, hè. Ik zie pijltjes en ik weet niet hoe ik daar terecht kom. Nu kom ik hier wel. Man, wat moet je hier omlopen. Oh, deze. Tenminste, één taak die ik ken. Nu hebben we gewoon weer licht. Nou, moet ik mijn andere taak weer vinden. Maar Dickie is... Ik heb een... Oeh. Sven! Yes. Hey, GG. Ik was dit klaar.
Jongen. Ik hoorde jou aankomen rennen. Ik denk, shit. Oké, okay, ik heb dus een taak dat ik niet weet wat ik moet doen, hè. Welke is het? We hebben zo verschillende. Met het is een, ja... Hoe noem je dat? Hoe noem je dat, chat? Hoe noem je dat? Ik heb even in ieder geval één korte taak eraf gehaald, want ik heb toch helft nog had ik nog niet klaar. Ja, het was dat je op de camp zat en ik had geen idee dat daar een camp zat. Nee, dat is het mooie van een nieuwe map. Ik denk, ik ga gewoon blijven staan kijken, want ik zag mensen in beeld lopen. En jij liep net weg en toen kwam er iemand binnen, toen liep je weer terug. Ik denk, oeh, dit is verdacht, ik blijf kijken. Dag maar, die taken. Weet je wat je verkeerd deed? Ja, anders zou ik het niet vragen. Ja, je dreed terug, maar je moest verder. Je moet het pijltje die erbij staat, moet je volgen. Die kant moet je opdraaien. Oh, die ga ik dan nog iets proberen. Als het dan jij dreed de andere kant op. Nou, oh, sorry Jessie, ja, maar ik dacht, ik zie iemand pas gelijk dood. Ja. Van dat Bianca het niet gezien had, want die was echt vlakbij, maar die ging net de andere kant op. Oh ja, ik wist niet dat Bianca in de buurt was. Ik had daarom maar even de lichten uitgedaan, want ik dacht van, nou, dan is de kans kleiner dat hij gevonden wordt. Ah, ik ga wel vol op jou, Sven. Als ik nu de imposter ben, dan ga ik jou als eerste killen. Dan weet je dat alvast. Goed om te weten. Ik ga het stoppen. Dankjewel voor de tip. Nee, ik vol in Sven's armen. Bam, dood. Ja. Oké, okay, zijn we klaar voor weer een verdwaalsessie? Ja hoor. Ja hoor. Heerlijk dit. Echt chaos. Oké. Okay. Twee imposters. Laat ik hier eens beginnen. Oké, dit is dus de records afdeling. Laat ik hier even kijken, want die pijltjes van bij mij die doen het niet meer. Hier is Stevie ook. Waar ben ik nou? Ik ben voorbij mijn taak. Zo knap. En nu? Het is in de lounge. Oké. Oh, hier. Oh, deze kennen we. Hoppatee. Ik ga nou niet eens doen alsof ik een impost ben. Kijk, als ik in de scout speel, dan weet ik precies hoe ik moet lopen als ik crewmate ben. Oh, god. Nee. En ja, als ik crewmate ben, weet ik dus precies... Of in de scout weet ik precies hoe ik moet lopen. Hier heb ik helemaal niks te doen. Of ik nou crewmate ben of impostor. Maar nu hebben we dus het probleem dat de communicatie is verbroken. En ik heb dus geen idee. Het is ergens links. Hoe komen we daar links? Oh, ik heb hier een taak. Oh kijk, hoppatee, alles recht. Heerlijk. Ik ga even hier de route naar beneden pakken. Oh, ik heb hier ook een taak. Oh, hier ligt er ook gewoon één. Oké, ik moet dus blijkbaar de vieze handdoeken verzamelen. Oh, dit vind ik wel een geinige taak. En dan moeten ze zeker hier in de mand. Oh, dan moet ik het ook nog zelf doen. Hallo. Ah, dit is dus echt zo'n taak. Dat... Als je imposter bent, ben je gewoon zwaar de lul. Mipukkie lopen voorbij. En David liep me voorbij. Nou. Oké, okay, eerst en vooral, Miss Divi, ik heb jouw eventen, maar ik weet nog nooit waar die knop is voor een embarrassing meeting. Dankjewel. Waar heb jij mijn eventen? Ik heb jouw eventen! Oh, nee dan! Hoor. Helemaal bovenin. Wow. Ik weet alleen... Maar ik weet niet hoe hij daar komt. Nee, ik weet het niet zo. Ik weet alleen dat Kitty wel safe is, want wij waren echt de hele tijd samen op het laatst. Ja, ik wou net hetzelfde zeggen. Dat was gewoon in de buurt van een vent. Mipukkie vond de body en ik liep achter haar aan, dus ja. Ik ben in mijn locker room en dat is me toch een partijtje irritant. Ik ben helemaal links bovenin en daar kan ik niet bij een taak. Dus ja, ik heb niet heel lang geprobeerd, want toen was de meeting. Maar ik heb niet heel lang geprobeerd of ik erbij kan komen. Ja, nou, ik ben met Kitty in de main room. En een tip: de deuren kan je openmaken door swipecard. En hoe is dat alarm überhaupt opgelost? Want die deur zat op slot. Kan daar ook niet naartoe? Nee, want die deur zat dicht, toch?
inderdaad. Maar volgens mij gaan ze automatisch dicht, of niet? Of doen ik ben benieuwd of Miss Divi er dat nu uitgeknikkerd wordt. Oh. Maar ik vind het raar dat hij dan gefixt is. Dan is hij gefixt door een imposter in ieder geval. En dan is hij denk ik weggevent. Want de deuren zaten dicht. Ja, of door een crewmate en dat hij dan is opgesloten. Maar dat maakt lijkt no sense. Oh ja, Miss Divi wordt eruit geknikkerd. Doei! Ik vind dit wel een heel mooi eindscherm. Zo lekker dramatisch met het muziekje. Hoppa, uit het vliegtuig geknikkerd. Oké, we gaan voor de keuken. Oh, heerlijk. Ja, godzakken, zijn weer die verbindingen gesaboteerd. En dat kan ik kan er wel heen vliegen, maar ik kan dat als spookje niet oplossen. Dus dat heeft geen zin. Je moet de deur open doen. Zo. Kan ik geen deuren open doen? Oh, hier moet ik zijn. Oh jee. Foto's ontwikkelen. Hey, kijk eens naar mijn camerant, jongens. En dan moet ik zeker zo... ik moet zo terugkomen. Oké. Ik ben heel benieuwd wat op die foto staat. Zou dat een hint zijn naar imposter? Dat zou ik wel heel tof vinden. Oké. En die. Oh nee. 56017. Oké. Foto's zijn nog niet klaar. Ik moet hier ergens zijn. Oh, kijk het zielige liggen hier. Ook was hier nog niet mee klaar. Dat is waarom. Echt, dit is gewoon de taak. Dat je bezig bent als crewmate. En dat ze dan je gewoon zo kunnen pakken, hè. Volgens mij is dit een veel makkelijkere taak om te doen met touchscreen. Zo. Ik vraag me af hoe je die taak op de switch dan moet doen. Ook hier ergens zijn. Ik hoor wat. Ik zie niemand. Ik zag... Oeh, wat is dit? Oh, Bruin is dood. Denise is dood. Wat is... Oh. Er gaat een alarm af. Oké, maar ik ben dus bekend dood. Blauw is bekend dood. Miss Diebe heeft eruit gestemd. Maar Denise ligt dus nog ergens. Dit is een interessante. Die vind ik heel leuk. Zijn de foto's al klaar? Waar waren de foto's ook alweer? Ja, die taak kan ik niet doen. Waarom krijg ik alleen pijltjes voor het alarm? We hadden vroeger ook pijltjes voor andere taken. Waar ben ik daar? Ik moet ergens naar beneden. Hier, weer wapens verzamelen. En die moeten dan hier, daarin. Oeh, Kitty is gevonden. Wow. Wat een slagveld. Zo hard. Oké. Ja. Ik heb de body gevonden. Die stond bij die toilethokjes. Dat is volgens mij rechtsboven. Ik weet nog niet wie de tweede imposter is trouwens. Oké. Ik was onder electrical bezig met zo'n telefoontje die met het internet moest verbinden welkom. Of zo. Maar die ging er eigenlijk af op de kerncentrale. Je weet wel. Is dat met die nummertjes? Miss Divi had mijn gegeven. Yeah. Viespeukjes. Ja, Bianca en ik stonden bij één. Maar volgens mij moet je een stage herhalen. En dan moeten ze beide tegelijkertijd allebei goed zijn. Ja, is niet zo want erg, Meike. Want ik ben balkje, helemaal... Als het balkje helemaal leeg is, dan reset die weer volgens mij. Want ik had de linkerkant gedaan en toen ging ik naar rechts. En toen was het nog niet goed. Oh nee, iemand anders mij. Mag ik het zeggen? Okay. Ja, ik ben toch al dood, dus ik kan niet meer stemmen. Ik wil het wel weten. Laat maar weten. Had iemand nog wat gezien? Nee. Ja, ik vind het interessant dat je kan zien wie er dood is inderdaad. David weer. Yes. Weer. Zag ook net de leek. Ja, ik was helemaal alleen daaronder. En ik heb Dagmar daar... Ik had het kunnen weten. Dat heb ik Dagmar ook in het begin gezien. Toen Mipuki mijn lichaam rapporteerde, toen liep hij er gewoon voorbij met ze. Ik liep achter eraan. Dat was helemaal niet zo. Weet iemand wie het heeft gedaan? Nee, ik heb echt totaal geen idee. Okay. Maar waar lag de body ergens? De body lag bij de toiletten. Is dat bij... Is Oké. Even kijken hoor. Ja. Dat is wel vlakbij waar wij zijn, toch Sven?
Ja, dat klopt. Maar ik kwam via zichzelf verdacht maken? Bianca kwam wel via rechts. Ik ben in een of andere bibliotheek geweest en daarna kwam ik hier te ver. Sarah, VH0208, dankjewel voor het volgen, welkom. Willen we een gokje wagen of doen we skip wat? Nou ja, ik denk skippen, want als het goed is hebben we de bossen eruit. Dus dan hebben we nog ruim de kans om de taken af te maken of een imposte eruit te stemmen, denk ik. Okay. Wat gaan ze doen? Ah, skip vote. Oké. Ik denk dat dat wel beter is, want ik denk niet dat mensen op David hadden gestemd nu. Ja, daarom. Nul. Waarschijnlijk was die ene stem op iemand, was van hem. Hier. Ik moet daar ergens heen. Ik heb weer een pijltje. Heerlijk. Erin. Zo. Gaan die scheidlampen weer stuk. Ja, daar kan ik niks aan doen. Nu ben ik al mijn andere pijltjes kwijt. Even zweven. Zweven, zweven. En dan moet ik hier ergens zijn. Hier ergens is een taakje voor mij. Daar. Oh, deze wil ik ook. Please fix. En dan die. En dan alleen nog de foto's. Oh, dan ben ik in de buurt. Nee! Krijg je ze niet te zien? Dat is ook gemeen. Ik had gehoopt dat dan op de foto een hint zou zijn of zo. Naar wie de imposter is. Jij snapt het stuur niet. Ik heb het stuur nog niet eens gezien. Dus ik ben heel benieuwd naar het stuur. Oeh, deze mag ik wel fixen. Die andere taken, die andere alarmen mag je niet fixen als dooi. Is dat hier, het stuur? Ik ben hier nog helemaal niet geweest, joh. Dit heb ik wel op Twitter gezien, deze ruimte. Oh, hier hebben we ook iets. Oh, ik wil nu zien waar iedereen is. Jemig, wat een grote. Wat is jouw laatste taak? Oh, het stuur is helemaal rechts. Oké, daar. Er is weer iemand gevonden, Bianca. Oké, waar is iedereen? Ik loop net vanuit de main hall, wil ik daar al ergens in doen. Maar ik ben vooral bezig met die card swipes om iedere keer die deur open te krijgen. Ja, echt, godverdomme. Ik kwam net van de linkerkant, wou ik naar de kitchen lopen. Sven vertrouw ik wel op een of andere manier, want we zijn elkaar een aantal keer tegengekomen. Zo. Ja, maar ik vertrouw jou niet. Je vertrouwt mij niet. Ik ben het serieus niet. Ik ben alleen maar bezig met cards uit en de weg kwijt zijn. Ik ben ook Sven een paar keer tegengekomen. Dat ging ook allemaal prima. Nee, maar ik was dus in electrical, daar heb ik wat taken gedaan. Gaan ze nou Sven verdachtloop maken? Afgelegd. En daarna ging ik naar security en daar lag Bianca. Jullie waren allebei redelijk in de buurt, want vanaf de main hall is er een ladder naar electrical en dat ligt echt naast security. Waar lag de body? Bij security. Ja, waar lag de body? De alsof we dat nu weten. Waar is security eigenlijk precies? Helemaal onderin. Echt. Onder middenin. En dan de rest daarvan is electrical en links daarvan is kitchen. Ik kwam van de cockpit, deed een data zo'n update task. En toen ging ik naar de kitchen, want ik wou inderdaad, was ik op zoek naar jullie. En vervolgens werd je dus geleport. Ja, nou, ik woon vanuit de bibliotheek. Ja, maar dit zou eigenlijk een map moeten zijn, dat je met 12 of zo niet zo heel erg lang, want moet het was spelen daarvoor, in plaats van 10 als maximum. Om die communications te fixen. Heerlijk, die konijnenoortjes. En toen lag hij er niet, dus toen ging ik weer op de molenbril. Van electrical in en toen kwam ik terug en toen lag hij er. Oké. Ja. Nou ja. Ik denk dat het Sharonnetje is. Ik ga gewoon op mijn gevoel af. Ik ben het niet. En ik weet nu wel wie het is. Oh, ze gaat het iets zeggen. Oké. Okay. Nee! Ja, je had gelijk. Nou, maar dit maakt het echt extra dramatisch zo, dat einde. Nee. Sorry. David, echt! Ja, je hebt jezelf zo verdacht gemaakt omdat je nog tegenkwam bij security. En ik wou eerst ook op David gaan, letterlijk. Maar Bianca, toen jij mijn lichaam vond, David liep er voorbij. En zegt vervolgens bij meetings, ja, ik liep achter Bianca aan. Maar ik had jou niet gekild, Kim. Ja, ik ben echt... Miss Divi had mij gekild. Ik heb al vele paniek in deze map. Okay. Ik heb wel een serieuze vraag, want ik snap dat stuur dus ook niet. En dat was mijn enige taak en ik kon hem niet afronden.
Welke? In Cargo Bay heb je zo'n stuur met cijfertjes. Ik weet niet wat ik moet doen. Oh, die heb ik nog niet. Oh, ik denk dat dat dezelfde taak is waar Dagmar moeite mee had. Dat is de kluis. Gezellig hoor. Daar zit maar wat moet je doen dan? Ja, dat weet ik ook niet. Ja, nou dan ga ik nu een tutorial opzoeken, want anders kunnen we dus nooit winnen als crew, zeg maar. Ja, ik had ook die taak dat ik zei, dus ik ging daarna gelijk naar linksboven. Hey, Meerte. Ik zat de hele tijd moeilijk te doen. Zitten ik ben een beetje in de war. dit is echt een map waarvan ik denk de hele tijd, waar ben ik? Wat moet ik doen? Dan verschijnen er ook geen pijltjes, dus ik moet de hele tijd op de map gaan kijken waar ik heen moet. Als je dood bent, dat je met elkaar kan chatten. Ik kan daar niet typen. Oh, maar dat is een bug die het niet doet. Dat is al. Dat doet hij al een tijdje niet meer, volgens mij. Ik kan het niet gaan doen. Oké, top. Oké, top. Is er iets nog... Dat weet ik, maar ik denk ik had er van willen. Ik zie jouw venten. Maar ik denk in die venten. Ik denk, shit, dan komt Dag maar binnen. En ik, waar is die knop? Waar is die knop? Ik zat daarin. Waar is die knop? Ik vind het. Ik laat je zo meteen wel de knop zien. Als je meeloopt. Ja, ik heb hem gevonden. Heb je hem gevonden? Ja, maar toen werd ik ook gekild. Is Denise nog een tutorial aan het opzoeken of zullen we weer eentje starten? Ja, ik zit erin, maar... Of ik, tenminste, ik zit erin. Ik heb een filmpje gevonden, maar ze leggen het niet echt uit. Het is gewoon, ze laten zien wat ze doen. En ze draaien als een wiedeweer aan het stuur en aan het wieltje ernaast. En het is me nog niet duidelijk wat ik moet doen. Iemand die mijn vlucht heeft, Iemand vlucht even uit of het werkt. Ja, precies. Mag ik even? Iemand in mijn chat zegt, als het pijltje naar links staat, dan moet je naar de linkerkant draaien en dan meteen naar rechts en dan weer naar links. Heel vaag. Ja, maar dat kan je proberen. Gewoon als een gek eraan draaien. Daar komt het. Dat zag ik in de video. Oké. Okay, cool. Ja, gaan we weer? Ja, willen jullie maar alsjeblieft de eerste kill dan? Dank je. Waar gaan we heen? Oh, eerst ben ik het of ben ik het niet? Oké, ik ben het. Oh, wat erg. En ik weet al die taken niet, Jon. Hoe moet ik nu gaan doen alsof ik een crewmate ben? Daar staan er twee, dus ik loop even lekker door. Hier, dit ziet eruit als een taak, als een downloadtaak. We gaan hier eventjes wachten. Kijk, Denise komt eraan. Die ziet mij nu een taak doen, loopt weer weg. Top. Oké. Dan ga ik er weer uit. Daar is Sven. Kijk, die wapens, die heb ik ook al een paar keer gedaan. Pak, pak. Dan gaan we hierheen. Hop, hop. Even kijken, gewoon doen alsof je de crewmate bent en je de map nog niet goed kent. Haha, ja, dat is wel zo. Iedereen... Oeh, raak. Haha. Kak. Heeft je dat gezien? We gaan even hier wachten, want ik heb een kill cooldown. Vier, drie, twee, één. Oh, hier loopt het dood. Daar moet ik niet heen. Hier is Bianca, wat leuk. Hier is niemand, toch? Zal ik hier weer uitspringen? Ik heb er al twee. Heerlijk. Oké. Okay. Oh, daar kan je eraf. Ik weet niet of je daar eraf kan, maar dat lijkt me niet de bedoeling. Ik weet niet hoe taken hier eruit zien, dus ik kan hier niks doen alsof. Hier heb ik weer die wapens. Oh, dit zijn... Oh, kak, dan ben ik in de buurt van waar ik iemand gekild heb. Daar moet ik weg. 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 Hierheen. Oeh, schrik me rot van dat deuntje elke keer. Oh. Okay. Ik ben net op die jeetje, drie al. Ik zag Bianca killen. Dat was echt een dikke vette zelfreport dit. Nee, Bianca, jij hebt Tessalade gekild voor mijn neus. Ja, jij hebt haar gekild voor mijn neus.
Nee. Ik heb buiten op het dek heb ik de verbinding gedaan van de wifi. Ik kom teruglopen en jij kill. Ik zie letterlijk de body vallen en jij loopt heel snel weg. Mag ik even tussendoor? Wie was nog meer met die kluis bezig? Noep. Weer die kluis? Ja, nou, ik heb het geprobeerd en ik kom dan wel. Dan moet ik op en dan staat er een veldje naar rechts. Dus dan draai ik naar rechts naar één en dan doet hij het verder niet. Maar dan moet je, want Jessie zei net nog, als je een pijltje naar links hebt, moet je links, rechts, links. Dus moet je niet misschien rechts, links, rechts doen dan? Ik kom er even door voor die kluis alleen. Je moet dus naar links draaien tot het getal wat er staat. En dan naar rechts draaien tot het getal wat er staat. En dan weer naar links draaien tot het getal wat er staat. Net als een middelbare schoolkluisje. Maar dat had ik gedaan en ik kwam dus niet verder. Ja, ik heb die task zelf nog niet gehaald. Dus ik lees dit ervoor uit mijn chat. Maar Bianca, wij waren samen in die donkere ruimte. Had jij daar een taak? Nee joh, ik was gewoon net aan het kijken wat er allemaal was, want ik zag wc's en slaapkamers. Superleuk allemaal. Even een houtje stoer. Ik zat kunnen vragen welke taak. Nee. Bianca deed even een houtje stoer. Wat er allemaal is, zodat ik ook een beetje kan zeggen waar ik ben. Sven moet nog stemmen, Bianca moet nog stemmen. Als Bianca slim is, gaat ze nu op Denise. Maar goed, ja, het is Denise, zeker. Ik heb op Denise gestemd. Kom op, je moet nog wel stemmen, ja, Bianca. Ja, je kan stemmen. Dat is niet helemaal handig. Je kan het zelf stemmen. Nee, dat doe ik niet. Nee, ik moet het alleen doen. Bye. Ik moet het alleen doen. Oké, hier. Hier heb ik een taak gehad eerder. Deze weet ik. Ah, nu zit echt mijn hart in de keel. Eerst dacht ik nog, dit kan nog wel, want ik trek gewoon een noobkaart en de map is vet groot en het maakt niet uit. Maar nu moet ik het alleen doen. Met nog 6 mensen in leven. Daar is Denise, die laat ik leven. Ik moet trouwens hier sowieso mensen laten leven, want ze heeft me deze kant op zien lopen. Oeh, hier hebben we een downloading. Downloading voor de fake. Ik hoor een geluidje. Is hier iemand? Oh, wat leuk. We hebben een wachtkamer hier. Ja, we kunnen zien wie er allemaal in leven is, maar dat weet ik, want ik heb niemand gekild. Oké. Wat moet je hier doen? We hebben hier nog kluisjes. Oeh, de camera's. Ja, maar we hebben niet zoveel aan, want... Oh, we hebben hier ook weer een weg naar buiten. Of is dat hier één? Oh, is een andere. We hebben hier de keuken weer. Als je denkt dat je op een gegeven moment de weg weet... Nee. Hier, dit ook, hè. De fake task. Dat ik denk, ja, leuk. Ik weet niet wat waar is. Ik kan wel doen alsof ik fake tasks heb. Ik moet wel een beetje opschieten, want ik zie al dat we op de helft zijn met de taken. Dat was natuurlijk met een meeting. Hier is niemand. Oh, ik vind het al vreselijk om imposter te zijn. Het is echt een grote map. Ik ben iedereen kwijt. Echt, het zou me ook nog niks verbazen als ze allemaal bij elkaar zitten. Oh, hier is Kitty. Die gaat er net vandoor. Heb ik die van... Ik heb de wc-taak nog niet gehad. Maar ja, ik kan daar dus nu niet heen. Ik had Kitty kunnen pakken daar. Zo stom. Dan ben jij de pineut ook goed. Nee! Jongens, het is gelukt, die kluis. Tel. Yay! Tel. Nou, ik heb echt heel wat zitten draaien, maar je gaat dus, je volgt die pijltjes, maar je moet precies op die getal komen, dan geeft hij het volgende dingetje waar. Dus het is echt de hele tijd in en weer draaien. Wat gaat Denise zo zeggen? Tussen de getallen. En hij schakelt ook iedere keer terug. En dan moet je aan die knop draaien om open te maken. Ja, wie heeft de bon gevonden? Ja, ik, maar Kim stond er ook bij. Dat vond ik een beetje...
bijzonder. Ja, ik zag hem en toen zag ik al dat jij erheen ging lopen. Dus ik heb hem niet meer gereport. Het stomme was, ik was dus naar rechts op mijn andere beeldscherm aan het kijken naar de map. Want ik zocht eigenlijk security, want ik ben klaar met mijn taken. En ik heb in elk geval de kill niet zien vallen, maar ik kan Kim ook niet echt clearen van, goh. Het was wel wat verdacht. Ja, en ik ben er zeker van dat het Denise en Mipuki niet zijn. Want nee, Kitty ook niet. We waren in de meetingroom. En ik ben speciaal teruggegaan om te kijken of er geen body lag, want dan wist ik wie dat imposter was. Ja, dank u. Ik heb dat ook. Kitty maar, mag dat sowieso niet. Het is of Kim of Sharon. Nou, maar ik ben echt de hele tijd met die kluis bezig geweest. Gewoon de volle tijd. Ja, dat is wel een handige tactiek. Stel dat jij nu als enige de kluis hebt, zou je ook kunnen zeggen, ik ben nu de imposter en ik doe alsof ik de kluis heb. Ja, maar dat is wel wel ver nagedacht zijn. Ik heb echt een struggle met die kluis, want dan kan je de code zeggen. Sharon heeft lang... 415. Sharon heeft lang aan de kluis gestaan hoor. Dus ik ga gewoon op Kim. Ik denk het ook, omdat... Ja, ik heb het niet zien vallen, maar... Nee, toch geen mazzel hè, Maaike? Daar ga ik. Oh. Ja. Yeah. Echt kak, ik kwam maar niemand tegen. Heren was de aanval openen. Ik kwam niemand tegen. En op een gegeven moment kwam ik Denise tegen. Ik denk, jou laat ik leven, want Bianca heeft jou toch deels verdacht gemaakt. En toen kwam ik Sven tegen en toen kwam je er echt 2 seconden later aanlopen. Ik denk, kak. Nou, dat had ik dus ook. Ik kill Jessie en ik ben bezig op Denise. Ik was overal waar de kills waren. Ja, jij was echt goed bezig, Denise. Jij had me echt op een vuil plekje gekild, Kim. Ja, nou ja, ik ging daar neptaken doen. Want dat was een taak die ik al eerder had gehad. Als er dan een meeting zou komen, zou ik kunnen zeggen wat ik heb gedaan. En toen kwam je gewoon perfect naast me staan. En alleen, Sven, het erge was, ik had jou gekild en toen stond Miss Didi op de gang. Ja. En toen heb ik de hele kill cooldown zitten afwachten totdat ik Miss Didi kon pakken. Maar daarom heb je mij vermoord. Ja. Oh. Ik kan alleen niet chatten. Ik kan alleen maar van die basic chatten. Ja, dat schijnt een bug te zijn. Didi kon het. Ik kan ook niet chatten. Nee, ik kan het ook niet. Wat ja, wij zullen daar wel chatten met ons die het wel kunnen. Ik wil chatten. Ja! Yeah! Yay! Maar ik ben oud genoeg. Ik heb mijn leeftijd nog bevestigd, jongens. Ja. Maar echt, hè? Verboden voor Kim. Het is letterlijk basic gegenereerd. Ja, ik heb wel, zeg maar, opties waar ik uit kan kiezen. Dus bijvoorbeeld A was at B. Rip, lies, yes, I don't know, was. Of dit. Of vote. Volgens mij denkt het spel dat ik minderjarig ben. Nou. Vreemd. Ik zie dat jullie lekker aan het spelen zijn met feature. De minderjarige feature. Moet wel altijd proberen, toch? What was Miss Divi doing? Wat een gedoe. Oké, wie is er klaar voor een potje? Ik. Ik ben er ook klaar voor. Ja? Ja. Ik ook. Ik ben er ook weer. Ik ben er ook. Oeh! Jessie! Jammer dat je niet in de chat mag, maar ik ga je wel sparen. Dankjewel Jessie voor je bitjes. Graag gedaan. Oké, we gaan beginnen. Yes. Oké, ik ben crewmate weer. Keuken. Moet ik überhaupt ooit een keukentaak? Misschien moet ik gewoon niet meer voor de keuken kiezen. Mietpukkie kiest ook voor de keuken. De viewing. Oh, hier heb ik een taak. Zo. Nee, je kan er niet afspringen. Ik dacht, ik ga het toch even proberen. Maar je kan er niet af. Kijk, een simpele download. Weet ik dat ook weer. Dat die er ook nog gewoon in zitten. Oh, dat is dus een gekke plek voor een taak. Wat moet ik doen? Ah. Oké. Oké. Nee, ik leef nog. Oh mijn god. Jee, je hebt de eerste ronde overleefd. De body lag naast het kamertje van Miss Divi.
En ze kwam ook van die kant af. Het kamertje van Miss Divi. Ik heb de body niet gezien. Ik ben aan het proberen hoe ik foto's moet ontwikkelen. Ik vind het kamertje niet. Ja, het is zeg maar dat donkere kamertje en dan links daarvan. Ja, echt wel groot. Dat is een beetje in het midden van de map. Okay. Ja, maar ik ben al eens Sven tegengekomen. Die ging daarheen. Jij ging daarheen, Sven. Ja. Dus ik weet niet wie daar nog meer was. Maar jij zegt double kill, dus ze liggen bij elkaar. Nee. Double kill. Ik zag maar één body in ieder geval. Oeh. Hé, hey, Kitty is weg. Ja, die was ook dood, dus. Maakt niet uit, die is al dood. Op zich vertrouw ik Jessie wel, want die ging echt gelijk dezelfde kamer in als mij om een taak te doen. En is daarna eigenlijk bijna niet meer uit geweest. Ja, ik zag toch maar met de kluis bezig en ik liep daar langs, dus... We hebben elkaar gezien. En waar ja, ik was denk de ook rest? Niet dat het Sven is, want anders had Sven mij wel gepakt. Want wij stonden echt met z'n tweeën in die kamer. En anders mist Divi wel in het donkere kamer. Geen idee. Kan niemand te vinden. Ik was alleen. Ik heb in het begin Dagmar gezien en bij jou naar de andere kant gelopen. Dagmar, omdat we op dezelfde plek starten. Maar... Bij de foto's moet je de foto's in dat roze water leggen. Daarna kan je gewoon weglopen en dan moet je 60 seconden wachten. En daarna kan je ze er weer uithalen. Ja, ik had stiekem gehoopt dat er een leuke hint op die foto's zouden staan, maar het is gewoon hup, klaar. Nee, er staan wel dingen op. Oh, dan moet ik volgende keer goed opletten dan. Er staan amongersmannetjes op. Ik zal zo eens kijken dan. Maar ik denk dat ik ga skippen, want ik heb echt alleen Sven gezien. Ja, ik ga ook skippen. En waar waren Kim en Bianca dan? Ik was bij dat ding waar je het schip eruit kan springen, zeg maar. Maar niet daadwerkelijk eruit kan springen, want dat heb ik wel even geprobeerd. Outside. Ik was bij de armor, de engine room, bij die armors, weet je wel, bij die... Dus dat was ook wel redelijk dichtbij dat kamertje. Ik denk dat ze de vorige keer niet kon zien, omdat toen Koms gesaboteerd was. Records. Kijk, ik heb hier meteen een taak. Heerlijk. Oh jee. Oh, oké. Okay. Soms is het zo simpel. Serieus, ik ga er maar één tegelijk. God, kanonnen. Die blijft heen en weer lopen. Maar dit is wel interessant, want dit is een hele goede taak om te hebben als je imposter bent. Want hier kan je gewoon best wel zo'n volle minuut in deze kamer rondhangen. Ik dacht al van, ah, Jeroen. Ik dacht al, die loopt opeens terug. Dat is opvallend. Jongen, 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 jongen. En Bianca, gaat ze mij rapporteren? Ja, oké. Okay. Ik kan ook al die taken niet onthouden. Nou, Miss Divi was het niet. Nee, ik vond Miss Divi dicht bij secure. Ja, echt, hè, Meerte? Beneden. Ja. Want ik zag Mipuki zeg maar die kamer ingaan en Sharon kwam eruit en die draaide om die kamer in te gaan. Toen dacht ik, ik blijf hier even staan. Dat denk ik wel heel verdacht, maar ik was net in electrical. Die poorten. Wat? Dat rondstuk, is dat records? Of is dat records. Sharon heeft gereport. Ja, ik heb Bianca daar gezien inderdaad, want ik was onderweg naar de showers. Ik dacht dat Bianca mijn lichaam ging reporten, maar Sharon heeft gereport. Ik heb jou daar inderdaad in de buurt van dat lijk gezien, Jessie. Maar waar lag dat lijk dan? Dat lijk. Miss Divi, die lag vlak bij de security. Records heet dat, geloof ik. Dat lijk. Ik zit echt op de kaart te kijken waar security is onderin. Ja, maar ik denk dat Bianca niet Miss Divi bedoelt. Want Miss Divi ligt onderin bij security. Nee, misschien heeft ze Kim gekild en dacht ze dat de andere report was. Oeh, ja. Er was daar net al in de buurt een dubbelkill. Nou ja, de andere is gereport en security, maar hoe weet je dat er een body in Niels Vermeulen, dankjewel voor het volgen. Welkom. Haar reporten en Sharon is me net voor met de ander te reporten. Oh, dus de andere body ligt in records? Ja, daar ligt Kim. Die kom ik nu echt net tegen. Ik denk dat het dan dat is zo leuk, en weer een nieuwe telefoon. Ja, dan zit je echt gewoon 4 uur lang op de bank alles uit te proberen. Uit elkaar al. Maar we moeten wel iemand eruit stemmen, want het zijn wel imposters die redelijk snel killen. Ja, maar ik weet echt niet. Sharon is dus één, maar wie is... Bianca is dan denk ik niet de ander. Ja, ik zou het ook niet weten. Ik weet het echt niet. Maar Dagmar is wel heel stil. Ja, die is stil, ja. Ja, omdat ik niet weet waar ik ben. Sorry. Als ik het niet weet, mag ik het niet zeggen, hè? Ah, Kitty! Ik heb 5 seconden geleefd.
Ja, maar, wat je hebt gedaan. Of... Trouwens, even onderaan, hè? Onderaan het beeld nu. Ik heb nog 8 seconden. Staat in welke kamer je bent. Ik ben in medical. Dit is in medical. Wat nice. Ik ben in showers. Bianca wordt er uitgestemd. Nee. Dat was een goeie van je, Bianca. Waarom ben ik er nou uit? Ja, ik heb niet op jou gestemd. Ik heb ik moet ergens gestemd. Op klikken. Ik vertrouw het niet. Nou, snel mijn taken doen. Wie weet hebben we dan nog een kans. Even kijken. Hier heb ik iets. Hier rechts. Die. Niet te lang daarna had je disconnect. Nu moet je wachten. Ja. Echt zo stom. Oh nee. 5? Vier. Dit is een 5. Hoe? I taught you! Ik dacht maar wel. Ik bedacht maar. En ik ben gekild door Joron, maar ik dacht eerst dat Joron voor Dagmar ging. Maar toen ging ze voor mij. Oh. Ja, nou, Dagmar en ik. Ik zag het, ik dacht, oh jezus, zij hem eindelijk eens. Ja! Nee, ik kon horen aan Bianca dat ze oprecht was, dat ze echt die bodybuild reporter, dat kon ik gewoon horen aan de stem of zo. En Dagmar was zo stil. Ja, ik weet niet waar ik ben, Ja, dat zou ik ook dat zeggen. Dat mij had verkocht. Zou ik ook zeggen als ik in posten was en niet wist wat ik moest zeggen. Ja, ik dacht... Nee, maar ik wist echt niet waar ik was. Je moet tot aan Bianca het heeft, nummer... je kan het onderaan zien. Ik dacht, ja, dan ga ik Bianca het ook niet meer zeggen, hoor. Oké, okay, elke nummer checken van 1 tot 7 maar, volgorde. Ik dacht, ik wil geen gelijkstand, dus ik oh, 1 tot 9 zelfs, oké. Maar helaas. Ik wilde reporten en ze was me net voor, toen dacht ik, kak, nou lijkt het wel heel verdacht natuurlijk. Ja, nou, ten eerste, je had echt mazzel, want jij dacht nog, zij nog in de stream. Gewoon iemand killen, ik denk, ik moet er niet eens volgen, Ja, ik voel me wel zeer gevolgd. Ik was al behoeden, ik moet niet meer vertrouwen. Oké. Ik moest zo lachen, ik kill de kip en even later komt Miss Divi tegen haar. Mooi, ik heb een report. Jongen. Oké, okay, zullen we weer? Ja. Gaan we. En, wat is mijn rol? Ik moet zo wennen aan die andere geluidjes. Want het is natuurlijk een airship geluidjes in plaats van het ruimteschip. Main hall. Main hall. Wiring fix. Ik heb meteen een taak hier. Maar waar is hier? Niet die. Waar moet ik zijn? Oh, ik stond al heel dichtbij. Hier. Oké. Okay. Lounge. Of onder andere zijn. De douches. O jee, wat gaat hier gebeuren? Oké, okay, die Sven zit daar een beetje raar te wiebelen. Even weglopen. Doei Sven. Oh, nu gaat het licht uit. Ja, dat bedoel ik dus. Nou kan ik dus niet zien of hij achter me aan is gekomen. Ik heb in ieder geval taak klaar. Oh, hier is ook een taak. Heb je ook als je gewoon het spel speelt dat je niet kan typen? Ik kan niet typen. En ik heb mijn... Jel, ik weet niet hoe ik je naam moet uitspreken. Jelly Sepp, dankjewel voor het volgen. Maar het spel denkt dat ik minderjarig ben of zo. Sommigen kunnen wel typen, ik niet. De enige die ik gezien heb de hele tijd is David. En die liep de hele tijd met mij mee. Dus die was er niet voor mij. Dus die kan het niet geweest zijn. Nope. Ik kan Miss Divi dus ook vrijspreken. Voor één moord dan. Er is maar één moord gepleegd. Ik liep de hele tijd met Denise, dus die kan ik vrij spreken. En ik ben ook Dagmar tegengekomen eens een keer. We hebben wel maar één moord, hè? Dus er is maar één imposter actief geweest. Mm-hmm. Ja. Vrij spelen. Wie heeft er alleen rondgelopen? Wie was het? Ik, maar ik stond de hele tijd in showers, want ik moest daar doekjes opruimen of zo. Klopt, ja, en ik ben jou daar tegengekomen. Ik zit ook aan het taak nemen.
En daarna kwam ook nog Bianca. Ja, want ik ben echt meerderjarig, Meerte. Dat is heel gek, dat hij voor mij niet pakt. Rechts van Charles, daar is zo'n doodpunt wat ik nog steeds vergeet. Oké, waar is iedereen en waar was de body? Laten we daarmee beginnen. Ik was in Electrical. En waar was de body? Dat is chef misschien beter. In Armory had ik me niet vergeten. Dat is... Waar is ze? Naast de cockpit. Onder bij de cockpit, nee. Links. Okay, ja, net de keuken. Ja. Waar was jij? In Rukkort. Ik heb jou ook nog gepasseerd bij de wasmand. Hoi Iris. Ja, klopt. Welkom. Ik zit op een of ander zwevend ding op dit moment. Nou ja, ik was eerst bij Showers, daar heb ik Sven gezien. En toen ben ik naar rechtsonder. Dat soort van magazijnachtige ruimte. Medical. Oh, Cargo Bay, zie ik nu in beeld staan trouwens. Ik zag op het bootje stappen bij de Gap Room. Ik was onderweg naar de En Bianca, waar was jij? Ik ben onder records. Storages? Nee, ventilation. Showers, bij mij. Is daar wel in de buurt? Ventilation zie ik dan weer niet op de map staan die gedeeld is. Bianca, Laten we onder in beeld zie je Showers staan. Daar was waar je het laatste was. Ja, maar eigenlijk iedereen is er dus ver vandaan. Dus iemand stemt op Miss Divi. Heeft op mij gestemd. Wasn't me. Dan kan dus betekenen dat Miss Divi het misschien niet is en dat een imposter, dat doe ik wel als imposter, gewoon random op mensen stemmen. Even kijken, een meeting. Ja, tuurlijk. Nu heb ik wel een keer een taak in die keuken. Waar is die keuken? Ik heb nog meer taken links. Maar ik denk dat ik Miss Divi wel zou kunnen vertrouwen. Er is zo'n stomme deur dicht. Zijn al die deuren hier dicht? Ik moet daarheen. Zo. Oh, de communicatie. Deze taak vind ik zo moeilijk. Ja, goed. Ja, toch? Ja? Oké. Okay. Ik moet hier doorheen. Ik moet naar de keuken. Oké. We hebben een prullenbaktaak. Wat gaan we hier doen? Oh, Sharon ligt eruit. Kitty zie ik daar wel een taak doen. Maar ik dacht, misschien is dat heel stiekem een deurtje. Oh ja, camera's. Hier is niemand. Oh, wacht. Miss Divi. Miss Pucky. Dit is wel jammer dat je ze niet allemaal tegelijk kan zien. Bianca loopt me voorbij. Hier is niemand. Als Miss Divi of David dood is, hè, dan is het dus de ander. Maar ik weet niet meer of dit dood loopt of niet. Er loopt een rood iemand hier nu bij mij voorbij. Oeh. Yo. Kijk, en daarom deed ik het. Charlotte is gekild. Nee, die is eruit gegaan. Op ja, die was, de verbinding was verbroken. Oh, oké. Nou ja, ik dacht van, ik ben nu toch wel daarboven. Met Miss Divi. Dus ik dacht van, nou, ik gooi hem er meteen maar in. Ben je daar nog steeds, Miss Divi? Ja, ik moet zeggen, ik ben voor het eerst klaar met mijn taakjes voordat ik dood ben. Ja, ik probeer je alleen wel heel veel, daarom deed ik het ook eigenlijk een beetje. Probeer je eigenlijk een beetje te laten weten dat ik nog de taken moet doen, omdat je een beetje bij me moet blijven. Dan was ik, geen klikjes. Ja, op de knop. Maar Kim en ik waren bij security. Kim was op de camera's aan het kijken. En ja. Ik was daar onder een taak aan het doen. Die ik eerst niet begreep, maar toen uiteindelijk wel. Denise, waar was jij? Er staat dat ik nu in de engine room ben. Dat is gewoon in middelhal, zeg maar. Of net voor mainhal, zeg maar. Oh, daar ja. Dat andere grote ding. Ik heb een beetje suspicious met Bianca. Oké.
Why? Nou, dat was een situatie in de armory. Situatie? Dat ik daarachter ging en toen ging zij er heel snel achter. En vervolgens ging ik daar snel weg. En vervolgens ging zij mij daar ook weer volgen. Nou ja, ik had daar wel een taak. Ik moest daar die pistolen op volgorde hangen. Dus dan moet je eerst naar de tafel en dan achter het muurtje die pistolen ophangen. Ja, maar je was daarna was je er niet meer naar achter gegaan. Je liep daarna gewoon weer weg. Interessant. Maar ik heb ze wel opgevangen hoor. Interessant. Ik ga wel denk ik op jou gaan stemmen. Richting Electrical gelopen en toen ben ik langs Kim gekomen, die inderdaad op Kim zat te kijken. Ik heb Bianca wel, ja, maar er is niemand te killen. Ik kan sowieso ook zeggen dat Kitty redelijk safe is, want daar heb ik ook een tijdje. Die heeft alle kans gehad om mij bij de boven te killen en die heeft dat niet gedaan. Dat kan ik bevestigen. Maar Dagmar is weer schil. Daar is goed in het spel hoor, echt. Ja. Ja, ik heb omdat niet er, te vertellen. Omdat er niemand is gekild, waarom zou ik dat moeten niet zeggen? Bij Ben, wat ik gedaan heb. Ja, ik was op vuur. Om meer te geloven, Bianca wel. Ja, ik vind het dus lastig, want David is er echt heel goed in. Dus hij kan, hij loopt ook de hele tijd achter Miss Didi aan. Die had hij op zich kunnen pakken. Ik moet hier omhoog. En dan moet ik hier omhoog. Tuurlijk. Kwam David nou naar boven om naar mij te checken? Hier loopt het inderdaad dood. Oh, ik heb hier ook nog een taak. Oh ja, die weer. 4, 3, 6, 0, 2. Er wordt volgens mij even gecheckt of ik nog leef. Oh, dat is Kitty. Komt iedereen hier nou naar boven? Wat is dit? Dit is iedereen, toch? Ja. Oké. Okay. Oeh. Heerlijk hoe je zo naar beneden slijt. Nu gaat iedereen weer naar beneden. Ja, Bianca blijft hier staan. Het is goed met je. Ik loop wel even hierheen of zo. Ik ga even hier staan. Oké, okay, waar moet ik heen? Ik ben daar. En dan moet ik dus naar beneden. Naar beneden, daar naar beneden. Oké, okay, we gaan naar Electrical. Gezellig clubje met z'n allen, ja. Kitty pakt me nu niet. Die had me heel makkelijk kunnen pakken. Ik heb die taak. Zo. Daar is Miss Didi opeens. Die heb ik niet tevoorschijn zien komen. Dat maakt me een beetje zenuwachtig. Als Miss Didi en Denise het samen zijn, dan gaat ze me nu niet pakken. Of wel, juist wel pakken. Maar ik hoop niet dat ze het samen zijn. Ja, dag. Ik vertrouw jou niet. Ga weg. Oké, okay, Miss Didi loopt nu achter Bianca aan. Hey, Sharon. Viewing deck. Ja, hallo. Ga even lekker wat anders doen of zo. Ik vertrouw het niet. Oh, de lampen gaan weer stuk. De lampen zijn weer gefixt. Wat was dat? Heeft iemand snel gedaan? Oké. Okay. Oeh, hier. Nee, dat is de admin. Dit is niet de viewing deck. Oké, okay. Wat is dan de viewing deck? Oh, daar beneden. Hoe kom ik daar? Te laat. Oh, wat ben ik de hele tijd de weg kwijt. Oké. Waar is iedereen op het moment? Ik ben in de cockpit. Ik ook. Ik ben bij David in records. Ik ben in meeting room. Ik was echt bijna bij mijn laatste taak. En ik heb nog een hele domme vraag. Dat zou ook waar kunnen. Waar moet je nou het licht fixen? Is dat nou in electrical? Het zijn op drie plekken. Maar dat is echt dat is voor zometeen. Wie zei dat hij waar was? Ik was links in de cockpit. Hoeveel mensen in de cockpit? Ik. Eén? Twee? Ja? En hoeveel bij electrical? Ik. Dat is echt goed, ja. Wie is, en waar is de rest? Ik ben in engine room.
En ik ben bij jou in de buurt, David. Oh, Miss Divi is dood. Dus Miss Divi was het inderdaad helemaal niet om het erg. Oké. Okay. Degene die bij Electrical Meeting Room en Engine Room zijn. Oh, maar ze ging eerst Denise achterna. Kan iemand confirmen dat je daar bent geweest? Nope. Waar lag Miss Divi nou? Divi is net buiten de Wreckers Rooms bij de lounge. Ik heb als laatste, want Miss Divi liep de hele tijd achter me aan, wat mij dus zenuwachtig maakt. En nu blijkt ze dus onschuldig te zijn. Nou, dat had ik al net gezegd de hele tijd. Ja. Eerst kwam ik er met Denise zitten tegen en daarna met Sven. Ik ben eerst de... Dus wie hebben haar gezien? Waar was ik eigenlijk? Want ik heb haar, Kitty en ik hebben haar volgens mij de hele rit niet gezien. Ik heb haar een tijdje gezien. Ik heb eerst Kitty gezien en daarna heb ik een tijdje Miss Divi gezien. Eerst met Denise bij een of ander elektrisch-achtig hok. Mm-hmm. En daarna bij de douches met Sven. Oh ja, klopt. Miss Divi liep toen naar boven bij de douches en ik liep toen... Miss Divi liep echt die douches in, zeg maar. Daar kon je niet meer verder en ik liep door naar Records, daarna naar Gap Room en toen ging het... Ik denk persoonlijk dat het Bianca is. Bianca? Okay. Ik ben het helemaal niet. Ik ga gewoon een keertje op Sven. Ik weet het niet. Dat je ingelogd bent bij Playgames account, dat je wel kan typen. Oké. Okay. Oh, Bianca gaat eruit. Daar gaat ze. Ook echt in slow motion en dan woesh naar beneden. Daar. Ik moet die kant op. Beneden naar beneden. Nee, niet zo ver naar beneden. Oh, hier. Oh, dit is de viewing deck. Oké. Meningen verschillen erg deze ronde. Ja, de map is ook te groot. Ik weet, dan kan je wel zeggen, ja, ik heb die daar en daar gezien. En dan denk ik, ja, dat is heel leuk. Maar ik weet niet welke kamers daarnaast zitten. Joe. Binding. Ja, daar. Oh, ik ben klaar. Top. Er zitten er al twee op de camera's. David is in daar. Daar zijn wij met z'n drieën. Je kan jezelf dus zien. Hier is niemand. Hier is niemand. Oh. Eentje is weggegaan. Dit was inderdaad Electrical. Waar is dat ziekenhuisding? Oh, hier. Is er al iemand dood? Nee, we leven allemaal nog. Oké. Dat schiet niet op, want ik ben al klaar. Dus we kunnen nu wel gaan zoeken naar mensen Maar David had mij kunnen pakken, heeft hij niet gedaan. Nee, ze loopt hier. Die loopt nu achter David aan. Nee, die loopt nu bij mij. Nee, weg. Doolhof. Ik weet nu al niet meer waar ze zijn. Kijk, Kitty en Mipukkie staan op de cams. Daar loopt Sven. Is er al iemand dood? Zou je dat kunnen zien op het moment dat iemand vermoord wordt? Dat je opeens zo'n lijn ziet? Ja, ik vertrouw niemand, Sharon. Ik heb echt nul idee. Ik heb het idee dat Kitty wel veilig is, want die had mij op een bepaald moment heel goed kunnen pakken. Maar ja, aan de andere kant denk ik misschien dat ze wel een kill cooldown. Dat kan natuurlijk ook. Ik heb in ieder geval mijn taken klaar. Dus, oeh, ik hoor wat. Daar komt Mipukkie. Daar is Kitty. Ja, iedereen leeft nog. Gaan we wat doen. Sharon's gevoel, zegt Sven. Nee, het alarm. Sorry. Hoe kom je daar? Niet hier. Kak, kak, kak. God. Nee, 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 nee. We hebben
Oh, we hebben wel lang de tijd. 60 seconden nog. 7, 3, 9, 3, 8. Oké. Okay. Nou, dan gaan we weer die hele route terug zien te vinden. Ik ging zo. Gaan we dan met z'n allen? Wat is dit? Ik ging zo. Nee, we gaan de andere kant op. Oké. Okay. Er zijn echt niet normaal... Hier, zie ik ga nu alweer verkeerd. Ik moet zo. En dan zo. En dan zo. En dan zo. En dan zijn we er. Iedereen leeft nog steeds. Leuk dat alarm heeft echt... Dat was nutteloos. Pak dan ook iemand. Daar zijn die alarmen toch voor? Ja, en natuurlijk ook om taken te verdragen. Want ik ben al klaar, maar niet iedereen is klaar. Ik vraag me af of iemand een taak heeft en niet weet wat de bedoeling is. Zou er iemand bij de kluis staan nu? Daar liep niet Pucky. Daar loopt Sven. Als het Sven is, ben ik nu de pineut. Ben ik alleen? Ik ben alleen. Dit duurt echt lang. Kom op, kom op. Kom maar. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Echt, iemand moet... Iemand moet taken afmaken. En de impulses durven volgens mij niks meer. Loopt de hele groep weer bij elkaar of zo? Dus dankjewel, Myrthe. Dan loopt deze net weer voorbij. Kan je deze ook schuiven? Nee, die zit vast. Ik hoor weer iemand. Daar komt Mipuki aan. Rood is dood. Rood is dood. Wie is rood? Dat is Kitty. Oké, het is dus niet Denise en het is niet Mipuki. Alright, let's go. Estine het. En Sven is het. Ik? Huh? Wat? Eén van de... Wat? Okay. Huh? Wat? Sven? Maar als wij het allebei waren, dan was het... Estine het liep letterlijk weg van de body. David? Het is Estine. Oh, maar dan heeft Denise de kill gemaakt, want bij mij lacht hij er nog niet. En Denise... Nou, ja, is dit... Sowieso... Oeh, heeft het... Sowieso probeer ik... Nee. Sowieso wil ik Estine eruit gooien, want David. Ik zag haar... waarschijnlijk zag ik haar venten. David? Ja. Estine. Stel, ik was het imposter en Denise niet, dan had Denise had een report, dus dan moet Denise het wel zijn. En als ik het ook ben, dan gooi je mij daarna maar eruit. Maar... Het enige wat ik zeker weet is dat Mipuki het niet is, want op het moment dat de kill werd gemaakt, stond ze bij mij. Ik volgens mij moet ik mijn laatste... Kim, ik ging het ook net zeggen. Maar ik zou... sowieso haar. Ik doe mijn laatste ja, echt task top, hè, en dan ben ik gewoon klaar en dat hebben we gewonnen. Ja. Misschien is David het zelf, maar dat denk ik niet. Want toen hij het niet was, was hij niet zo verhardend als nu. Dus nee, ja, ik zag Kitty en David achter elkaar aanrennen. En Denise en ik, die rennen ook een soort van achter elkaar aan. Van deze drie zijn er twee. Want Kitty is nee. Nee, ik ga eerst op Sven. Ik vond het al de hele tijd hoort hij niet. En anders had jij het wel gezien. Mm. Ik ga voor Estine zien het. Wat ga ik doen? Ik twijfel. Ik denk dat Kim Puls nu deze ronde in de zit, clear. Ja, Kim is het niet. Van Kim staat de hele tijd te kijken of er doden zijn. Klopt. Ja, ik ben de hele tijd rondjes aan het lopen. Ik kijk één keer niet naar Kitty. Ik kom terug en opeens is ze dood. Want David en Kitty die waren wel de hele tijd bij elkaar. Ja, dus... vind ik ook. Als die dan ineens killt, terwijl Denise er ook bij in de buurt is, is het wel gek. Want ze waren echt met z'n tweeën waren ze alleen op camps. Oh, één iemand heeft niet gestemd. Oké, dus dan moeten we oppassen voor Sven. Oh! Kijk. Ja. Ja, ik moest gewoon alleen doen, want het was Sharon. Het was echt kut. Sharon speelt zo fel in mijn chat. Die zegt, doe Sven. Ja. En ik denk, oh, die is toch weggevallen, dus die... Zeg maar, het is al wie weet niet wie het is. Het is al moeilijk en dan ben je ook nog eens alleen en iedereen loopt in klikjes en je kan helemaal niks. Ja. Ik zag je uiteindelijk, betrapte ik je op een vent. Denise, ik heb één keer gevent. Ja, naar de reactor, toch? Spook je niet achter wie het was. Iedereen liep te zoeken en te doen. Mijn verdacht maken is nu wel een beetje klaar, oké? Ja, dat vond ik wel mooi. Dan was ik tenminste... Ben ik nog even uitgesteld. Wil je trouwens de hele tijd deze map doen of gaan we ook nog die andere even doen? Ja, we kunnen ook nog hide and seek doen. Ja, skeld bedoel ik. Ik doe er nog eentje mee. Zullen we dan nog eentje deze map doen? Ja, is goed. Oké. Denise, ik heb je ook nog geholpen. Ik heb Kim ook kunnen overhalen om op Sven te gaan stemmen. Ja, dat was krak, want Sven die zei... Het leek alsof Sven op David zou gaan. Dus ik denk, oh, dan krijgt hij twee stemmen in elk geval. Maar die was dus op mij gegaan. Kut.
Anders was het een tijd geweest, had ik nog 100 kans. Maar het was zo. Ja, nee. Het was onmogelijk. Want als je zo loopt te hunten, zeg maar, iedereen is klaar. Iedereen is gecampt. Iedereen loopt achter elkaar aan. Dus als er één persoon vermist wordt, je bent meteen de sjaak. Want jij bent daarbij geweest. Dus je kunt niks meer dan. Minst leuke. Ja, zullen we spelen? Starten? Ja. Oké. Okay. Wat ben ik? Crewmate, oké. Okay. Laten we eens een keer daar lekker onderin beginnen. Ik ben niet de enige zo te zien. Heb ik hier iets in de buurt? Ja, van die kant op. Als Jessie hem nu is, hè, dan ben ik de peanut. Nee, dat is niet die kant op. Dat is die kant op. Hebben we dezelfde taak? Oh nee, niet deze! Ik ben dan zo'n persoon die dan bij de derde alsnog verpest, weet je wel. Waar moet ik nou heen? Jessie blijft daar ook heel lang staan. Oh, en ze is weer weg. Dan gaan we die kant op. Zien we toevallig iets? Cover me in sunshine. Mijn Pukki! God de kanonnen! Ik weet wel niet waar dat is allemaal. Mie Pukki, hoe was jouw stream? Wat heb je gedaan? Oh jee. Waar is mijn broodje? Broodje, burger, sla, burger, broodje. Broodje. Burger, sla, burger, broodje. Hoppatee. Even kijken, ik ga jou even een shout-out geven. En let op jongens, ik heb iets nieuws. Charlon kilt me niet. Zo. Doet hij het of doet hij het niet? Hij doet het niet, want hij staat niet in deze scène. Ik ga hem zo aanzetten in deze scène. Heb ik helemaal iets leuks ingesteld, zit ik natuurlijk nu in een andere scène. Ik ben nu echt gewoon... Ze kunnen mij zo makkelijk pakken nu. Als ze zouden willen. Gaan we hier nog een shout-out geven. Ik ben benieuwd wat er komt. Die was heel sneaky. Het was in een donkere kamer. Maar ik zag de reportbutton zag ik oplichten. Dagmar was boven, David liep achter me aan en er was Sharon liep van onder naar boven. Ja, ik ben nu... Echt briljant dat het ook een Among Us clipje is. Om fixwires af te maken. Maar Sharon had heel goed, had die... Ik heb nul idee, want ik heb totaal niet meegekregen wat er nu in het spel gaande is, hè? Want dat ligt precies op de route. Maar waar twee dood. Ik heb iets niet gezien en ik weet geen eens waar dat is, die donkere kamer. Dus ik ben serieus bezig met mijn taakjes dit keer. Nou ja, ik ben voornamelijk bij Sven gebleven. Ik heb ook nog even een tijdje achter Mieke Pukki aangelopen toen Sven in die, wat was het, records bezig was. Ja, daar heb ik jullie ook gezien. En daarna ben ik weer, toen kwam ik Sven weer tegen en die heb ik toen weer bezig gevolgd. Oh, echt? Ja, die is het ding, wat sneu! Ik verstopt hem in een wc. Ook, ja. 8 keer langs je lichaam en je niet zien liggen. Die had ik nog nooit beneden voor je open gedaan. Verstopt in een wc-hokje. Ja, ik stond inderdaad in de keuken, ik was even bezig met iets. Maar waar zit die donkere kamer? Hij speelt de main hall. De fotokamer was dat volgens mij. Maar daar ben ik nooit geweest. Ik ben in Electrical geweest en daarna ben ik gegaan. Oei, je hapen. Jullie hebben mij gezien bij Electrical, Dagmar. En daar was ik bezig geweest met een taak. Wij liepen in ieder geval vanaf Records naar de Main Hall. En toen we er langs liepen, kwamen we opeens de reportpunten tegen. Ja. Je hebt het hele lichaam niet eens zien liggen, alleen de reportknop. Ja, ik heb uiteindelijk wel zien liggen dat ik ietsjes naar boven ging. Om te kijken wie er lag. Maar okay. Ja, dat. Maar... Jongens, Jessie is ook dood, hè? Ja, ik denk dat Kim er in de keuken in stukjes heeft gesneden. Nou! Jij krijgt mijn stem. Jessie daar niet zien liggen. En ik heb Kim daar wel zien staan. Er wordt al serieus op mij gestemd ook, serieus, jongens. Ik krijg niet. Wat de heck? Zit je even iets te fixen voor je stream, hè? Word je gewoon gepakt? Oké. Hier. Blijkbaar is hier alle actie. Cockpits.
deuren dicht. Nee. Oké, ik heb nog een cockpit taak. Ja, dit is inderdaad een download. Heerlijk. Hoe sta ik er daarachter? Toen ik in post was, ging ik hier voor de nep staan. Want toen had ik die taak nog nooit gehad. Ik denk, dat zal vast wel een download taak zijn. Dan moet ik naar outside. Weer die deur dicht. Lekker bezig met al die deuren sluiten. Hij is al open. Het hoeft niet meer moeilijk te doen. Laat maar, ik moet wel moeilijk doen. En het licht gaat weer uit. En deze deur is ook dicht. Wat wel een beetje een dingetje wordt, door deze map ga je heel goed zijn in het openen of het gebruiken van die swipecard-kaart. En als je dan in de skelt speelt, dan kan je niet meer doen alsof het elke keer mislukt. Ik ben nu wel heel vaak aan het oefenen. Paard. Winning! Joehoe! Daar. Wacht wel hier. Oh jee, Joel, nee, dood. Ik zet een alarm af. Wat voor alarm gaat er af? Neem aan dat dat neerstorten betekent. Waar moet ik heen? Niet hier. Oh, daar. Countdown is al begonnen. Jongens. Oh, tuurlijk. Je bent er bijna en dan is het gefixt. Nou, ik moet toch ergens daarboven zijn. Dus dan gaan we wel even naar boven. Oh, je bent eruit gezet. Ja, ik ben helemaal van slag met deze kaart. En dit gaat lekker. Wat is dit? Ja, lekker, Miss Divi. Ik sta hier gewoon een volle minuut met dit stomme ding te swipen. En Miss Divi, la 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 la, kom er voorbij. Godkanonnen. Bianca is de oom. Oké, Bianca ligt in de lounge. Oké, ik heb niks gezien. Ik was 10 minuten, nou 10 minuten, een volle minuut lang een schuitdeur proberen open te krijgen met de card swipe. En de seconde dat ik hem open heb, komt Miss Divi la 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 lekker voorbij. Ik kan in één keer doorlopen. Dankjewel. Best Sven. Ja? Waar ben jij? Want... Oh ja, klopt. Ik kwam inderdaad van die kant af. Maar ik kwam van de linkerkant van Records. Kwam ik af, want toen moesten we dat ding fixen. En totdat ik daar nog, wilde ik naar een taak gaan, maar die kon ik niet bereiken. Want dat plateautje zat aan de verkeerde kant. En toen ging ik via Records naar beneden. Maar Bianca en David gingen daar wel heen. Dus het kan zijn dat hij daar Bianca heeft vermoord. Ik heb Bianca niet één keer gezien. Dat kan niet, want Bianca die was daar. Ja, sorry. Ik heb haar heel even gezien bij die reactor toen ze die aan het fixen was. Daarna ben ik haar uit het oog verloren. Maar dan zou het Kitty moeten zijn, want de rest was allemaal bij elkaar. Ja, ik kwam van bij Meeting Room, maar ik heb eigenlijk Bianca daar niet gezien. Maar er waren wel verschillende mensen. Ik heb Kim volgens mij gezien. Wij waren aan de andere kant. Kitty was in de Meeting Room toen ik naar boven ging. Ik was onderweg naar de Meeting Room, maar die heb ik niet bereikt. Nee, ik ben volledig bij jou gebleven. Dat... Ja, behalve dat moment. Dus eigenlijk had David of Dagmar moeten zijn als wij met z'n drie aan de andere kant waren. Ja, maar Dagmar en ik waren ook bij elkaar. En David, heb jij geen taken als je mij de hele tijd volgt? Nee, ik heb een aantal taken nog volbracht, maar ik volgde voornamelijk jou. Ik hoopte eigenlijk dat jij ook af en toe ging stoppen dat ik mijn eigen taken verder kon maken. Ga ik voor de los op dag maar? Ja, ik ga gewoon mijn taken doen. Oh, Sven. Ik heb op skip gevouwd. Daar gaat Sven. Oké. Oh ja, ik moest naar die meeting room. Oh. We zijn nu toch dicht bij elektriciteit. Laten we dat ook maar meteen fixen. Hoppatee. Ik kan ook voor de lol gewoon alle knopjes uitdoen. Als ik nu word gepakt, hè.
Oeh, snel gebruiken. Haha. Elke keer loop ik mis, omdat iemand anders hem dan pakt. Nu heb ik hem. Oké, hier moet ik wat doen. Wat moet ik hier doen? Deze. 4, 7, 0, 1, 3. Hoppatee. Kan je dit ook gebruiken? Nee? Dat is jammer. Was wel leuk geweest. God, kanon, ik heb net die lamp aangedaan. En nou staat dat ding aan de verkeerde kant. En ik moet ook echt daar zijn. Dus nou moet ik helemaal omlopen. Pretty please. Komt er iemand? Nee. Dan lopen we wel weer om. Weer een dichte deur. Nee, kom op. Nee. Ja, gelukkig. En nog een deur. Ja, jongens, serieus? Kan die daar ook? Dan ga ik daarheen hoor. Ik ga niet weer een hele stuk terug. Oh ja, dan moet je toch weer omlopen. Nee. Oh, dit is gewoon een taak. Ik had gehoopt dat dit het alarm ook zou fixen. Oh! David! David! Jij bent echt kijk. Goed, jongen, jongen, jongen. Dan ik gauw even mijn nek omdraaien. Schuldige en Sven, die gaat er zo keihard in mee. Amy Perky. Maar daarna, het echt, hoezo werd ik eruit gestemd? Ja, dat wist ik ook niet. Dat wist ik ook niet. Ik heb jou gestemd, Sven. Ik dacht van, oh nee, shit. Ja, oké, die snap ik wel, maar de rest... Bianca is vermoord op de plaats waar ik net vandaan kom en ik had dat niet gedaan. Ja, raid, raid, raid. Want, oh. Ja, mijn verhaal klopte gewoon. Ja, nee, het klopte als een bus. En ik was zo van, ah, fuck. Maar ja, had je ook een beetje aan het marineren, weet je wel? Dat je mij niet zo verdacht vond omdat ik jou leuk hield. Oh, echt. Willen we nog een verstoppertje doen in de skelt? Ik vond het heel erg leuk, maar ik ga er ook weer een beetje vandoor. Ja, schil verstoppen! Cool. Ja. Maar heel veel plezier en het was echt super gezellig. Zeker. Leuk dat je meedeed, David. Ja, geen probleem. Altijd. Doei, David. Doei, David. Doei. Doei. Maar dan in de skelt. Jessie, kan jij anders een map aanmaken in de skelt? Ja, sure, doe ik. Ik zal misschien 2-1-4 doen. Ja, denk ik ook zoiets. Wacht. Task updates uit? Of visual task? Always. Always, ja. Kim is weer weg. Ja, ik voerde de code in, maar ik wist niet of het invoeren van de code op dezelfde plek verborgen is als je in de kamer zit. Dus ik dacht, even checken of ik niet de code gelekt heb. Ja, dat kan wel zijn. En de crewmate vision op 5, want dan kan je net ietsjes meer zien. Ik moet wel zeggen dat het even weer heerlijk is om een oude vertrouwde map te pakken nu. Ja. 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 Hij is ook wel heel erg groot, die nieuwe map. Ja, nee, zo. Ik denk hoe vaak je het speelt, hoe beter je map leert kennen. Hetzelfde met de skeld. Ja, maar ik vind Airship, ik denk dat het leuker zou zijn als je dan met 12 spelers kan daarin. Ja. Ik vind wel trouwens wat nieuwe taskjes doen heel leuk. Ja, dat sowieso. Ja. Wat variatie. Ja. Ja, maar sommige zijn ook wel weer heel lang, hoor. Net als die handdoeken zoeken en dan in die hand stoppen, jeetje. Ja. Of dat je zo'n task opent en denkt, of, wat moet ik hiermee? Weet je wat die hendels in elektriciteit moeten doen? Je hebt daar 7 hendels. Oh ja, die. En die moet je op volgorde doen van 1, 2, 3, maar die zitten allemaal door elkaar. Dat duurde zo lang. Dat duurt heel lang. Die heb ik ook moeten doen, maar toen werd ik gepakt. Of toen werd iemand anders gereport. Ik weet niet meer, maar ik heb het niet af kunnen maken. Oh, dat is dan wel shit inderdaad. Ik kwam hier niks bij hoor. Ik ging ook verkeerd. Ik vond eerst hendel 5 als eerst, dus die deed ik gewoon. Want ik dacht, misschien verschijnt dan getal 4. Dat je gewoon 5 keer aan die hendel moet trekken. Nou, dat was niet het geval. Ik naar een andere hendel, toen vond ik 4. Dus ik dacht, oké, ga ik nu zoeken naar 3. Maar dat was dus sowieso al verkeerd geweest. Ja. Verkeerd om is dat. That's right. Oh, Joyce! That's right, that's right, that's right. Hey, goede avond. Joyce, wat lief, supje. Nou, uitroepteken, vlag. Wat is de Omri? Joyce houdt het nog even spannend.
Dan ga ik zo wel vlaggetje schrijven. Oh, roze. Waar wachten we eigenlijk op? Ja, ik wil eigenlijk wel beginnen, want ik kan niet tot super laat. Ik ga het zo schrijven. Joyce, ik heb hem alvast klaargelegd. We zijn met Dallo. Ja, we zijn compleet, want David doet niet meer mee. Ja, nee. Dat was vergeten. Oké, okay, we gaan beginnen. Sorry. Slapen. Ja, wie is het? Niemand zegt iets. Wie ik is ben het? Het lichtgroen. Okay. Ja, bij mij komt hij pas heel laat. 10. Ja, bij mij kan 9, hem doorklikken. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ik kom eraan. Dat komt. Richting navigation, die kant op. Oké, okay, snel downloaden en dan wegwezen. Hetzelfde gedachte, Kim. Oh, niet hier downloaden, jammer. Oh ja, kak. Ik heb natuurlijk geen push-to-talk meer. Push-to-talk is gone. Oh mijn god, ik ben al zenuwachtig. Waarom loop ik deze kamer in? Hier moet ik niet zijn. Oh. Navigation. Dag maar, kom maar lijk maar. Hier moet ik ook niet zijn. Waar moet ik zijn? Weet iemand waar Sven is? Nee. Ja, ik zeg het bij Navigation Shield. Okay. Ik weet het, maar ik mag het niet zeggen. Hey Denise. Oh ja, je moet oppassen voor Dagmar, want of je hem nou bent of niet, oh. Die verlinkt je gewoon. Ik mag het niet zeggen. Ik zag hier iemand. Waar is die? Oh, ik ben heel hard aan het rennen. Ik zag iemand, Sven. Oh jee. Ik zag iemand. Ja, je zag mij. Ik heb gewoon nog een redding. Ik kan het op zich wel zeggen. Ik zag iemand. Waar was hij? Oh ja, hij is vol en hij gaat nu richting je storage. Ja! Oké. Okay. Oh, ik heb je. Kom op, ben die zaken. Hij rent achter mij naar de cafeteria en ik was net klaar met download. Oh, Jessie! Ik ren voor mijn leven, jongens. Ben je nog de enige, Denise? Echt? Nee, dat kan niet. Ah, oké. Okay. Dat kan niet. Nee, ik loop ook nog. Oh, kak! Ja, nu niet meer. Die Pukkie wegwezen daar. Nee, als die iedereen heeft gekild, behalve één, dan wint hij volgens mij. Oh, kak. Ik moet zeggen, nou ik zoveel heb mogen oefenen met het kaartje, gaat het kaartswipe wel beter. Ja, zo! Ik zei ook eerder van, je kan nu moeilijk nog liegen als imposter. Dat je de hele tijd bij die card swipe stond, want het lukte niet. En vervolgens sta ik een minuut bij die deur, omdat ik hem niet open krijg. Ja, maar dat heb ik ook gehad, Kim. Dat je gewoon echt gewoon een minuut staat. Ga nou open. Ga open. Ik heb daar dus nooit moeite mee. Ja, in één keer. Oh, ik moet echt opschieten. Ik heb moeite met die drie draaien. Nee, weg, kak! Oh, Kim, ik zag het gebeuren! Ik klikte ernaast, ik wilde mijn taak annuleren en toen klikte ik naast. Ja, ik ben ook klaar. Ben is een shield. Ik ben ook klaar. Ben is richting de rennen. Oké. Okay. Spookjes moeten hun taak ook afmaken, hè? De lijnen zijn af. Ja, het is nu wel een stuk makkelijker, de spanning is er vanaf. Dagmar. Zo ja, ik weet het nog niet. Nee. Stop eens even met die taak afmaken. Ik ben klaar. Ik leef nog. Ik ben ook klaar. Je heeft er nog één taakje. Ik, oh kak, ik mee. Geluk mis. Net bij de laatste. Nee. Nee! Kom! Ik leef nog. Doe jullie dat? Yeah! Oh, wat erg. Ik druk gewoon 2 keer verkeerd. En toen moest ik hem opnieuw. Oh, heftig. Oké, okay, meteen nog een keer? Ja. Ja hoor. Ja. Ik ben het. Ik ben lichtblauw. Lichtblauw. Okay. Lichtblauw. Met een hartje op mijn hoofd. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1. Wie niet weg is, is gezien. Hier kom ik. Ja, daar ga je. Die weapon. Kutta. Nee. Jogeloos gewoon. Nee, Dagmar. Waarom ga ik niet naar binnen als ik er geen hoef te zijn? Ja, dat had ik net ook een paar keer. Gewoon uit paniek ga je ergens in. Oh, ik schrik ook gewoon van iedereen die tegenkomt.
Oh, ik ben dood. Ze is in storage. Ze gaat richting electrical. Serieus? Mooi. Niet die kant, Cheryl. Niet die kant. Niet die kant? Welke kant? Damn it. Nee, het is onveilig. Oké. 40 is het taak. Oh, Sven is er. Thijs tip van overlijden? Geen idee. Ik heb geen Thijs tip van overlijden. Schiet op, schiet op. Ja, ik weet het oprecht. Niet zeggen waar ik ben. Nee. Oh, hey, we kunnen altijd een keertje wraak nemen voor alles wat je ons hebt aangedaan. Oké, okay, voor de mensen die het willen weten, ik ben een admin. Oh, oh nee, Denise. Electrical. Wat is dit? Ik is niet een admin. Oké, ze is nu helemaal links. Ik weet niet echt. Ach maar. Vendold. Mooi. Ik ben in ieder geval niet dood. Dankjewel, Sven. Hey, Chelsea. Ja, graag gedaan. Oh, ik moet wel hier zijn. Oh, deze duurt zo lang. Oh, andere kant. Wachten, alsjeblieft. Yes. Eén seconde. Nee, we wachten niet. Ja, yeah. Oh nee. Ik dacht, als ik je me ziet bij je download en ik zeg wachten, dan mag je me daarna altijd killen. Maar zolang ik maar mijn download af kan maken. Hey. Oh kak, ik denk elke keer ik ben klaar, maar het is zo'n grote taak. Waar is ze ergens, joh? Dat weet ik niet. Ik kan jullie ook niet vinden, dus... Ja, dat vind ik niet erg. Ja, ik ben klaar. Ik ben ook klaar. Nog één? Niet, ik bijna. Kom op, Sven. Oké, dit gaat... Ik had Sven gevonden! Ik ben klaar. Waar zou ze zitten? Nu voel ik het druk, ik ben niet zo snel vandaag. Ik schrik me rot, Dries. Oh, ze is in security. Ja, oké, nou, ik doe nu mijn laatste taakje. Klaar en ik leef nog. Oh nee! Stoppen, Denise. Ik ben klaar met mijn taken. Verstoppen. Oh, moet ik nog taken? Waar is iedereen? Hallo. Er is nog één taak. Nee, oeh! Ik ben bijna Kim! Ik zag je aankomen lopen. Ik denk, nu ga ik eraan, maar haha. Ja, ik had net te laat gedrukt. Ik dacht dat ik klaar was, maar ik had nog één fuel ding, dus ik moest even snel terug naar Lower Engine. Dit was echt perfecte timing, gewoon. Ja. Let's go. Want dit is ook maar 4 minuutjes per potje, zie ik. 4-5. Ja, dit is, gaat lekker snel. Ja. Vergeleken met de grote map van net. Wie is het? Oranje. Oranje, oké. Okay. Oh. 10, 9, 8, oh god. 7, zo, telt een beetje snel. 4. Hallo, dagbaar. 2. Niet verklappen. 1. Nee. Heb je gezien, Nicole? Dit richting admin. Dankjewel, Stef. Welkom. Oh, ze is in storage. Wacht, welke kleur was het ook alweer? Oranje. Ah oh, ja, ik heb een brain fart. Ah! Oké, ik ben dood. Ah, hey, dag maar. Kwam Sneaky van op het hoekje kwam ze. Ah, ze is in de reactor. Ja, reactor. Het leuke ben je dan? Miss Dibby, weet je wat nog leuker is? Mensen die van venten houden tijdens Daro. Dus dat komt er iemand helemaal onverwacht. Tijdens Daro? Waar is Daro? Dat mag ik zeker niet zeggen. Net ook als Sven dat die Griek zegt, ja, ik heb die dinges gedaan. Ik denk, ja, nou weet ik nog meer. Ja joh, goed verhaal. No! Ah! Ja, kill cooldown. Oh, kak. Dan weet ik waar je bent. Ze is ergens bij security. Rennen, electrical. Ah. Rennen, Sharon. Wel de eerste keer dat ik dood ben, ik hoef net te rennen. Nee hoor, ik hoef niet te rennen, ze gaat de andere kant op. Ze kwamen ook uit de vent zetten hoor. Tjoe, joh. Oh, nee. Navigation, je moet daar weg. Ja, hallo jongens. Kom ik. Nee. Kantine, ze is in de kantine. Nee. Kantine. Godsamme. Oké, ik ga hier. Ik
voel me echt niet meer... Nee, ik begrijp niet, maar ik voel me er ook niet veilig. Ik voel me nergens veilig met Bianca. Nee, ik ook niet. Ja. Oh, ik ben gekild in de lower... hoe heet het? Hoe heet het hier? Ik ben vergeten. Ja. Ik kan nu wel rustig downloaden, dat scheelt weer. Ja, zo. Dat is stressvol met verstoppertje, downloaden. Ja. Sven, hou jij de boel in de gaten? Ja, ik kan het ook al zien door mijn taak heen. Yes, ik ben klaar. Go. Oh. Oh, ik schrok ook echt. Jij schrok ook. Oké, ze is richting navigation. Oké, dat is één. Ik ken die plekjes wel. Wow. Dag maar. Oh, dag maar. Boven. Oké. Okay. Ik ben klaar. Ja. Ik ben ook klaar. Ik ook. Ik weet waar ze is. Ze is in cafeteria. Ik weet niet waar ze is in cafeteria. Wat ben jij dan? Ik ben klaar. Hoi, dag maar. Ik heb nu de laatste taak. Kom op, Sven. Ik ben hier. Ik moedig je aan. Ja, ik hoef niet zoveel te doen. 2, 1. Yes. Oh. Sven, ik heb je leven gered. Ik heb echt... Je hond offerde zich op. Die leven gered. Maar het was wel een goeie, want daardoor kon ik doorgaan met de taak. Ja, ik had geen download. Weet je hoe chill dat is? Slaap lekker, Miepuki. Slaap lekker. Slaap lekker. Slaap lekker. Slaap lekker. Slaap lekker. Willen jullie nog één keer? Of, Ja, ja. Ja, is goed. Ja, laatste. Ja, ik ga zo hierna er ook mee stoppen, denk ik. Ja. Oké. Okay. Yes, ik ben er! Oh jee. Oh, hoor er ook blij zijn, gewoon. Oh, ik kan het niet eens bewegen. Ik kan hier. Ik zal jou sparen. 3, 2, 1. Nee, ja, ik kan al bewegen. Kom maar. Kan ik niet. Ik ervaar stress en wat bij. Ze is in de admin, ik word vastgehouden hier. Kijk nou dan mijn geld vol. Ik kom hier bevrijden. Hey, ja, ik ben eruit! Ben je ook een wegwezen? Sven, wegwezen! Kijk uit, ze hebben onder is. Hè. Ze is nu in de gang rechts. Ze loopt achter mij aan naar Shields. Ik zie er ook nog uit de vent komen, maar ach joh. Oh nee, ze heeft me in storage! Loop ik gewoon een heel rondje en dan hebben ze me alsnog te pakken. Ik heb nog geen enkele taak gedaan. Sisse, waar is dat hier? Ah, nee. Waar is je? In de reactor. Oké, nee. Nee, dat was het. Prachtig. Oh ja, ze is in de reactor. Come on. Ik moet hier zijn. Voilà. Kom. Mijn spel is wel een beetje aan het buggen, dus als ik er straks wegval. Oké. Doei Myrthe, leuk dat je er was. Oh, jij bent het maar. Hey Sven. Hallo. Ga je nou alweer weg? Ja, ik moet nog even mijn taak afronden. Ik zeg gewoon helemaal niks. Ik doe het in stilte. Stilte zijn stom. Oké, dan blijf ik lullen. Oké, ik ben klaar. Waar zijn jullie? Ik kan niet tegen stille stilte. Het zit er verstopt. Oh, waar dan? Waar dan? Ja, dat gaan we niet zeggen. Niemand tegen. Mooie plek, Sven. Ja, ik ben een spookje. Hey Duncan, dankjewel voor je follow. Jongens, even welkom tegen Duncan zeggen. Ah!
Oh nee, Sissy Cafeteria! Sissy Cafeteria! Ja, de taken zijn compleet. Dat is een bijzondere welkom. Bedankt voor het volgen, Sissy Cafeteria. Ik ben er kwijt, volgens mij. Waar moet ik heen, admin? Klaar. Ik ben nog lang niet klaar. Zo, ondertussen komt de kattentrap afgestormd. Hij wil ook meedoen. Ik moet hier weg zijn. Ja, ze toch al 5 uur te zijn begonnen hoor. Omri. Ja. Ik weet niet echt of ik hier veilig zit. Ik wil hier weg, maar... Gaat alles goed, Omri? Weet iemand waar ze is? Ja, maar ik ben dood, dus mag niet zeggen. Ik ben ook dood, dus ik kan het ook niet zeggen. Oh, deze vind ik echt. Er vliegen 3 spookjes achter je aan, Denise. Ja. Dat zal ik je. We gaan van deze man nog. Daar gaan we. Tadaa! Yes! Oh, we hadden ook nog genoeg levens, dus dat scheelt. Ja. Yeah. Nog genoeg levens. Er leefde nog 3. Oh mijn god, dat was spannend. Ik heb het eindelijk een keer overleefd. Dit is gewoon het eerste potje waarbij ik het tot het einde heb overleefd van de hele avond. Applausje voor Jessie. Yay, applausje! Heerlijk. Het was gezellig. Was het zeker? Het was ja, ik ga er wel eens op ook. Ja. Ik vond het echt super leuk, jongens. Ik vond het ook heel leuk. Ja. Fijne avond nog iedereen. Ja, fijne avond. Ja, fijne avond. Fijne avond. Doeg. Oh, dit was echt grappig. Ik vind het wel jammer dat ik met Hide and Seek zelf niet imposter ben geweest. Want dat vind ik ook echt leuk. Om dan ga ik ook echt gewoon... En dat is 1. En dat is 2. Maar ik ben wel 1 keer dus de imposter geweest op die nieuwe map. En vervolgens betrapt. Maar niet meteen uitgestemd. Dus dat was ook nog mooi. Die nieuwe map, ik vind hem zelf heel groot. Ik vind het wel leuk dat er weer een keer wat nieuwe taken zijn. Want ik speel eigenlijk altijd op de Skeld. En die ben je dan een beetje gewend. En dan is een nieuwe map is aan de ene kant heel erg wennen. En heel erg, het voelt heel erg noob. Dat je dan opeens nieuwe taken krijgt om te doen is natuurlijk wel heel leuk. Ik vond bijvoorbeeld die fototaak is heel leuk. Dat map zelf is natuurlijk nog een doolhof voor mij. Ik vind hem ook wel aan de grote kant. Ik had bijvoorbeeld denk ik liever die map met 12 spelers. Je kan het in manga's maar met 10 spelers doen. Maar ik vind de Airship eigenlijk ook wel een map voor 12 spelers. Want het is wel de optie. Je kan natuurlijk 1 imposter instellen. Je kan 2 imposters instellen. Maar je kan ook 3 imposters instellen. Dus dan zou je met z'n 12 en dan 3 imposters zou ook leuk zijn. 12 is nog moeilijker eruit te voten. Ja. Oh, Kitty! Het was super gezellig en leuk. Ja, leuk dat je mee wilde doen, Kitty. Dankjewel. En dankjewel voor je bitjes. Ja, ik denk dat de Airship zou ik af en toe nog wel leuk vinden om te spelen. Maar mijn favoriet blijft toch wel de Skeld. Ook omdat je gewoon in een achtje kan lopen. Ik merk dat ik me best wel irriteer bij de Airship. Dat die deuren constant dicht zijn. Dat is natuurlijk als imposter wel leuk. Dat je ze overal dicht kan doen. Maar als crewmate die deuren telkens dicht zijn. Ik merk dat ik me daaraan ga irriteren. En dat je soms zo ver moet omlopen. Oh, is misschien wel leuk. Verstoppertje de Airship. Het gaat ook niet een favoriete map van Denise worden. Kitty was ook verdwaald. Oh, dat gaan we wel een keertje doen. Verstoppertje in de Airship. En it's me Duncan. Dankjewel voor het volgen. Welkom. Dan mag je niet de deuren dicht doen. Dat is waar. Alleen dan heb je wel natuurlijk dat ene plateautje wat dan heen en weer gaat. Als hij net aan de andere kant staat terwijl de imposter achter je aanrent. Dan moet je in paniek gaan lopen nadenken. Wat was die andere route ook alweer? En dan heb je dus bij Electrocon een stukje wat doodloopt. Dus dan moet je wel de goede gokken. En hoi Duncan. Ja, dit was dus de Among Us stream, maar ik heb het tot nu toe 2 keer eerder gestreamd in november, dus ik vond het echt weer hoog tijd om Among Us te gaan streamen en ik wil het zeker vaker doen. Ja, Miss Divi, je moet of de map goed kennen of het gaat juist heel grappig zijn om de map niet goed te kennen en dan daar verstoppertje te doen. Die andere 2 mappen die erin zitten, je hebt de Mira HQ en de Polis, die zouden ook heel tof zijn om daar een keer verstoppertje te doen, want die ken ik dus ook totaal niet. Ja, ik ken eigenlijk alleen de Skeld, want bij die andere mappen had ik altijd van... Nee, niet leuk. Gaan we weer de Skeld doen? Ja, we zitten nu toch in de hysterische flow inderdaad. Bedankt voor het kijken naar de stream. Bedankt voor iedereen in de lurk ook. We waren natuurlijk met meerdere. Sowieso was dit de kijk hoor, de cast van vanavond bestond uit 9 andere mensen natuurlijk. En daar zitten een aantal streamers bij. Maar sowieso iedereen bedankt voor het meedoen die vandaag heeft meegedaan. Join mijn Discord, dan weet je weer wanneer ik live ben. Volg me op de socials. Ik zit op Twitter, ik zit op Instagram. En dan zie ik jullie binnenkort weer. Doeg!